Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me is, I will go. I will go where You lead me, I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me, I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord, I will go. I will go.
Heeft u mededelingen over bijeenkomsten? Speciale activiteiten voor jong en oud? Of workshops en meer? Deel uw mededeling met de kerk. Dit kan via portal.adventkerkrotterdamnoord.nl. Via de website kunt u mededelingen aanleveren. Uiterlijk op woensdag kunnen de laatste mededelingen worden opgegeven als u deze graag op de eerstvolgende sabbat wilt mededelen. Dit geldt ook voor de mededelingen bestemd voor de nieuwsbrief en onze sociale media platformen. Als kerk blijven wij in verbinding met elkaar. Welcome to Rotterdam Noord. I'm glad to see so many people in the house of the Lord. Goedemorgen, broeders en zusters, online kijkers. Ik heet u van harte welkom in Gods bedehuis en ik wens u een zeer gezegende sabbat toe. Alvorens wij overgaan tot gebed, wil ik u vragen hoe uw week was. Ik hoop goed. En we zijn dankbaar dat wij vandaag hier mogen zijn in aanwezigheid van God. Als u met mij het hoofd neerbuigt, alstublieft.
Heere God en Vader die in de hemelen troont, Heere, dank u wel voor uw heilige Sabbatdag. Heere God, dank u wel voor uw rijkelijke zegeningen van elke dag weer opnieuw. Heere God, dank u wel voor de prachtige zon die schijnt. En Heere, sommigen van ons voelen ons niet wel, niet goed. Hebben misschien een hele vervelende week achter de rug. En sommigen hebben een prettige week achter de rug. Maar Heere God, dank u wel dat u ons samenvoegt vandaag, zodat we aan uw voet mogen zitten en dat wij mogen genieten de Sabbat met u. Heere God en Vader, wij vragen u ook uw zegen, uw Sabbatzegen over ons. Heilig ons, Heere God, en vergeef ons. Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Nogmaals, welkom. En voor onze broeder hier, Sobo Sembet, hartelijk welkom. Gezegende Sabbat nogmaals. Het is een prachtige studie van vanmorgen. En ik wil even graag een stukje met u lezen op bladzijde 43. Wellicht vergis ik mij, maar ik zou graag die slide willen zien. Dank u wel. God wil ons reinigen. Hij wil ons zo zuiver als goud maken en ons veranderen naar zijn beeld. Dat is een adembenemend doel en het is een nog adembenemender idee dat een karakter als van Christus zich enkel en alleen in ons ontwikkelt door de strijdperken van het leven te betreden. Ik heb geleerd uit deze week, de studie, dat God ons wil doen veranderen in ons karakter. En hij heeft een heel speciaal edelmetaal gebruikt en dat is goud. En goud is het meest edele metaal om ons te zuiveren. Hij wil dat wij ons weer spiegelen in dat goud, dat wij kunnen zien, dat wij ook het karakter mogen hebben van hem. Ik wil graag de kerntekst ook met u lezen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heere aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Ik heb ook de oudere vertaling. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Ik wens u een gezegende lesbespreking. Goedemorgen, gezegende Sabbat, aanwezigen hier en degenen die meekijken via livestream. Ik hoop dat het allemaal goed gegaan is met u. En we gaan het alweer hebben over het gezicht zien van de goudsmid. En het is alweer de vierde studie van het kwartaal. Wat gaat dat snel allemaal. En je kan haast niet geloven dat we alweer halverwege de zomer zijn. De titel is Het gezicht zien van de goudsmid. Wie zou de kerntekst willen voorlezen? Ik zal hem voorlezen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luisteren van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Zou iemand wat commentaar kunnen leveren op deze, of wat meer uitleg kunnen geven op deze kerntekst inhoud? Nou, als wij de ontmoeting met onze Heer gehad hebben, vanaf het prilste begin, dat we tot bekering zijn gekomen, dan weten wij, beseffen wij dat wij een stem, die belangrijke stem van God, tot ons spreekt. Bijvoorbeeld, als wij iets verkeerds doen, dan krijg je ook een reminder, dit kan je niet doen. Want wij spiegelen ons naar God. En dat horen wij te doen, want we hebben nieuw leven gekregen. En door dat nieuw leven moeten wij opgevoed worden.
En niet alleen wij horen, maar ook het woord onderzoeken. Want het woord geeft ons de juiste tools die wij moeten handhaven. Als ik in een andere vertaling kijk, dan staat wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Dus door meer met hem om te gaan, gaan we steeds meer op hem lijken. En daar zorgt de Heilige Geest voor. Ja. In aanvulling wilde ik nog zeggen, ook wat zuster Semiel zegt. Het gezicht, zegt, staat er hier, is onbedekt. Dat wil zeggen, je bent open. Je houdt niet af. Je bent niet gesloten, dus iets kan naar binnen komen. Dus de invloed van de Heilige Geest komt binnen en dat reflecteer je. Amen. Terug. Ja. Want als je iemand was, bijvoorbeeld Noorse, je hebt sommige mensen groeten, ze kijken iets aan, maar de Geest spreekt van binnen. Maar dat is ook een training, hè? Ja. Als je kind van God geworden bent. Ja. Ja, en wat me ook opviel was met name de laatste, ja, het laatste gedeelte. Dat we naar dat beeld van de Heer worden veranderd. Ja. Dat viel me namelijk op. Van wat, als ik dan in het algemeen mag vragen, wat mankeerde dan aan ons? Zijn die goed? Want als je moet worden, als je gaat veranderen, dat betekent dat er schijnbaar iets is. Of is het meer waar je mee omgaat, word je mee besmet? Door de zondeval zijn wij vervreemd van God. Het karakter dat wij, dat Adam en Eva hadden voor de zonde, dat was totaal het karakter van hun maker. Maar toen ze de zonde binnenkwam, kwam ook de hele zonde kwam, dus de neiging tot de zonde kwam in hun leven. En daarnaast had ook de duivel die de invloed op hun heeft. Dus wij zijn eigenlijk van heilig onheilig geworden. En nu vraagt de Heer van ons, hij geeft ons nu een kans. Hij zegt van, wil je weer in het paradijs wonen, in mijn koninkrijk, dan zal je dat karakter ook moeten spiegelen. Ja. Ik denk zelf dat, zij zeggen, we kregen weer een kans. God is zo barmhartig, die liefde. God is zo barmhartig. Zijn liefde wilde hij uitdrukken, want hij had gewoon gezegd, kunnen zeggen, dan sterf. Want ik heb gezegd, eet niet van die vrucht. Mm-hmm. Ja, toch? Ja. Maar toch komt hij met die genade. Geweldig. En tot de dag van vandaag. Wij als Gods kinderen, niet dat wij helemaal volmaakt zijn, maar wij als Gods kinderen die Christus volgen, moeten het evangelie ook uitdragen. Eigenlijk zouden we geen vijandschap moeten hebben. We zouden de ander moeten toetreden met de liefde van Christus. In de inleiding staat een heel leuk verhaaltje over een mevrouw en die nam een groep kinderen, waarschijnlijk als onderwijzeres, naar een ouderwetse goudsmid. En dat is een gebogen dakban en met een houtskoolvuur erin. En hij gaat met een mengsel van zout, timmerinde en steengruis het goud verhitten. En elke keer haalt hij het eruit. En dan kijkt hij ernaar en als het niet naar zijn zin is, doet hij het weer terug. En dan is de grote vraag, hoe weet u nou dat het goud zuiver is? En de goudsmid geeft een overdonderend antwoord. Uitleg. Jolanda, je begint te lachen. Ja, ik vond het heel mooi. Hij zei van, zodra ik mijn gezicht er goed in zie, dan is het goed. Maar is dat dan ook niet met ons ook zo, met God? Dat we kunnen zeggen van, als hij ons gezicht in hem ziet, dat we dan gelouterd zijn, dat we dan klaar zijn voor het koninkrijk? Ja, als hij zijn gezicht in ons ziet. Ja. Wat zei ik? Omgekeerd. Ons zijn gezicht in hem ziet. Ja, dat, ik denk dat ook, ja. Zodra zijn gezicht, zodra hij zichtbaar is in ons,
Dan denk ik dat het inderdaad dat wij wat is dan gelouterd zijn, zoals het is. En misschien ook dat mensen aan ons kunnen zien van, hey, er is iets met die persoon. Oké, daar wilde ik aan doen, toch? Ja. Maar misschien is jullie wel opgevallen, die goudsmid heeft een bepaald doel voor ogen. Ja. En dat doel is om zijn gezicht in dat goud te zien. En zo heeft hij daar ook met het proces... Met goud. Ja. Wij zijn een stukje goud. Maar valt het je op dat het goud gewillig is om, om door dat vuur te gaan? Ja. En daar, nou, de les gaat eigenlijk over dat vuur. Ja, ook. Ja, ja, ja. Oké, we gaan naar zondag. En er staat naar zijn evenbeeld. Wie wil de Romeinen 8, vers 29 lezen? Is goed. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Ja, 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 ja. Ik had een vraag over deze Bijbeltekst. Waarom schrijft Paulus regelmatig in zijn brieven dat wij het evenbeeld van Jezus en niet van God de Vader of van de Heilige Geest, maar juist van de Zoon. Hebben jullie daarover nagedacht? Die ontmoeting is de verlosser. De ontmoeting met Jezus. Dat is het, dat is het. Jezus die kwam naar de aarde en hij is zelf een voorbeeld voor ons geweest. Ja. En hij zegt... Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ja. Zo, het karakter van Jezus... spiegelt dus eigenlijk dat van de Vader. En hij wil dat wij ook dat karakter moeten hebben. Vandaar dat hij dus ook Paulus aanhaalt dat wij dus eigenlijk Jezus moeten spiegelen. Want het is de voorbeelden die hij heeft gegeven, zijn hele karakter eigenlijk, spiegelt de Vader. Maar omdat wij Jezus hebben gezien, althans de discipelen hebben hem gezien, wij zien hem alleen maar door geloof, moeten wij dat karakter dus ook bidden dat wij de karakter ook hebben. Want zonder dat karakter kunnen wij niet bij de Vader komen. Jezus zegt, wie tot de Vader wil komen, moet door mij. Ja. Ja, 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 ja. Maar daarom is het van belang dat wij het woord van God bestuderen. En de weg van Christus volgen, hoewel hij de Zoon des Vaders is. En hij is gegeven voor ons. Hoe belangrijk het is dat ieder mens... Christus aanvaardt. Het maakt niet uit welke kleur, ras je bent. Christus is de verlossing van onze wereld. Ik vind het wel opmerkelijk dat er in Openbaringen staat dat niemand in de hemel in staat is om de boekrol te openen die Jezus zou kunnen openen. Amen. Dat betekent dat de afvalligheid van de mens en het feit dat zij daardoor niet meer lijken op God, dat die gap zo groot is dat Christus een mens moest worden om die gap wat kleiner te maken. Amen. En dat betekent dat als ik mijzelf direct aan God zou spiegelen, ik niet zou weten hoe ik het moest doen. Maar omdat Jezus de vorm van een mens heeft genomen, hij is met mensen hier geweest, hij heeft met mensen gesproken, hij heeft verhaaltjes verteld zoals wij die ook vertellen over bomen en kinderen en noem maar op. Dat is de reden waarom ik mee kan identificeren aan het karakter van hem. En dat is de manier waarop ik God leer kennen. Ja. Misschien is het wel een mooi voorbeeld over het ijzer. IJzer, als het niet goed geconserveerd is, dan gaat het roesten. Maar roesten ontstaat alleen door invloeden van buitenaf. Ja. En net wat Nadia zegt, van zo is het ook met de zonde. De zonde die komt van buitenaf, het zit niet in ons hart... En het tast ons aan. En ik heb een keer een mooi filmpje gezien. Dat ging over een roestige bijl. Die werd helemaal mooi gemaakt. En het eerste wat ze doen is met een borstel dat roest eraf halen. En na de behandeling ziet die bijl er weer als nieuw uit. En eigenlijk lijkt het een beetje op dat reinigingsproces. Het is de bedoeling... het reinigingsproces er weer als nieuw geboren mensen uit gaan zien. Ja.
Maar nu komt het. Hoe komt dat tot uiting? Ons gedrag. Uw gedrag. Kunt u een voorbeeld geven wat u daarmee bedoelt? Omdat je niet dezelfde oude mens bent. Je bent door Christus vernieuwd. Dus je spiegelt wat je in je hebt, wat je geworden bent, naar buiten toe. Ook met dat geduld, als je driftig was, dan word je niet driftig, minder driftig. Als je dief was, dan steel je niet meer. Ja. Een moordenaar, een bedrieger. En dan, die stem spreekt tot jou. Ja, het karakter is anders dan. Ja, hè? Als je Jezus in aanraking bent gekomen met Jezus, dan verandert jouw karakter. Dan verandert gewoon je hele wezen. Verandert. Dus mensen gaan meteen opmerken van, maar er is iets anders aan jou. Je bent zo, vroeger was je, en nu ben je, ja. Dus het is meteen merkbaar als je verandert. Nou, vooral als je behoorlijk bent aangetast door de zonde. Ja. Ongeduldig en tierend, ga je door de straat. En dan plotseling, je vloekt niet meer, je tiert niet meer. Je hebt geduld, je bent bereid tot een praatje. Normaal was je defensief. Ja, dat zijn wel behoorlijke veranderingen. Ja. Het karakter is iets dat wij eigenlijk van kinds af meekrijgen. Omdat wij de zondige ouders hebben. Zijn we ook in zonde geboren met ook een zondig karakter. Dus om van die zondig karakter verlost te worden, hebben we een grotere macht nodig om ons daarvan te verlossen. En daar moeten wij om vragen. Want er zijn karaktereigenschappen die diep in het hart, maar in onze geest zit. Daar heb je geen grip op. Kijk, ik kan wel mij voordoen als een goed mens. Ik steel niet. Ik vloek niet. Maar wat gaat er in mij om? Misschien zit in mijn gedachten heel veel kwaad. En in allerlei slechtheid dat van binnen in mij zit. En daarom is het zo belangrijk eigenlijk dat wanneer die vernieuwing eigenlijk plaatsvindt, moet het grondig plaatsvinden. Het moet een geest, een lichaam en ziel helemaal reinigen. En wij mensen zijn daartoe niet in staat. En daarom hebben we een grotere, een hogere macht nodig. En die macht is niemand anders dan Jezus Christus. Hij zegt, zonder mij kunt gij niets. Niets doen, amen. Want de strijd, Satan gaat door, want hij weet dat hij een verliezer is. Jij bent gewonnen, hij probeert je ervan af te halen. Daarom is Bijbelstudie, daarom is echt werken voor de meester een geweldig iets, want dan werk je aan jezelf. Ja. Amen. Misschien is het goed om even Matteüs 5, vers 16 te lezen. Zouden we eigenlijk uit het hoofd moeten weten. Want dat is de essentie van het christen zijn. Elvin die heeft de tekst gevonden. Matteüs 5 vers 16 zegt. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Ja, dat is de essentie van het christen zijn. Dus wat u zei over, en wat jij zei over de gedragsverandering, dat is soms zulke grote vormen, omdat je nogal aangetast was door het kwade, dat mensen op een gegeven moment het fijn vinden om met je om te gaan. En dat ze zeggen, nou, als ik bij jou ben, lijkt het wel een hemel op aarde. Ik hoop echt dat ze dat gaan zeggen. Ik vind het altijd mooi om, als je naar teksten kijkt, om te kijken naar specifieke woorden. Bijvoorbeeld in deze tekst begint Matteüs 5 vers 16 met laat zo uw licht schijnen. Ja. En God, er staat niet, God gaat het licht schijnen in u. En ik wil daar heel even specifiek op ingaan, omdat ik ken mensen die jarenlang bidden om iets te doen, terwijl God ze al heeft laten weten dat ze het moeten doen. Maar het punt is, wij mensen, wanneer we weten, Filippenzen 3 zegt dat ook, wanneer wij weten wat goed is, dan moeten we het zelf kiezen om het te doen. Amen. En dat is deze tekst, en dat zegt de tekst ook over ga heen, ga onderwijzen. En daarna moet je die mensen leren om wat ze geleerd hebben, het geestelijke wat ze hebben opgenomen, nu ook vleeselijk te maken. Amen. Die vertaling van geestelijk naar vleeselijk moeten wij doen. De geestelijke verandering, dat gaat God doen. Ja. Nou, die tekst die zegt, laat zo uw licht schijnen.
Dat wil zeggen, er moet een actie plaatsvinden. Net wat Elvin zegt. Het is niet dat je zit van, er is een verandering plaatsgevonden. En dan zit je verder en doe je niks. Nee, het moet tot iets leiden. Het moet ertoe leiden, wat zuster zegt, dat wij daden gaan doen. Dus er moet actie komen. Ja, ik heb een heel klein voorbeeld, ik kan het niet helemaal uitleggen. Ik heb hulp van mensen thuis bij mij. Maar iemand kwam met een bepaald verzoek naar mij toe. En ze weten, nou niet allemaal dat ik een christen ben. Maar ik kwam met een bepaald verzoek naar mij toe. En toen zei ik, nou, vraag nogal wat. Maar dat is zoveel als je daartoe in staat bent en wil, dan kunnen we. Nou, en toen zijn we op onze knieën gegaan. Amen. En we hebben gebeden voor dat doel. Ik zie dat daar, God opent weg voor ons om ons te verbeteren. De Heilige Geest is altijd bij ons. Eenmaal 24 uur aanwezig. Wij moeten er gebruik van maken. Dan zul je resultaat zien, ongetwijfeld. Amen. Misschien is die vraag, die worsteling van Job, eigenlijk best wel goed om even onder ogenschouw te nemen. Dan is de vraag, waar draaide dat eigenlijk om? Dus de oorzaak van dat hij daar zo'n worsteling had? Waar is hij blind voor? En wat neemt hij tegelijkertijd in geloof aan? Nou, ik neem aan dat we het allemaal hebben gelezen al, dus dat gaan we niet doen. U wilde antwoorden. Ja, kijk, Job was een getrouw kind van God. 100% had hij zich aan God overgegeven. Maar Satan, hij was de verleider van onze stamouders. En alle kwaad was in hem. En hij heeft, als het ware, was Job een mikpunt. Want de Heer zei, je hebt geen acht geslagen op mij, knecht Job. En ja, zo is het weer begonnen. Ik kan mij ook wel een beetje de situatie van Job voorstellen. Ik bedoel, je zit, het leven is goed, je bent gelovig, God heeft je gezegend. En van het ene op het andere moment komen er 3 knechten, 4 knechten naar je toe, allemaal met een onheilstijding. Je bent van het ene op het andere moment ben je alles kwijt. Dan zit je in zak en as, komen de vrienden naar je toe. Die zitten alleen maar te klagen aan je hoofd en je alleen maar negativiteit te brengen. En op een bepaald moment, ik kan mij voorstellen dat Job misschien op een bepaald moment een soort zwakte ervaarde. Dat hij zei van, ik zie God niet, maar ik weet dat hij mij hier doorheen gaat brengen. Ja, en ook nog. God is met je, waarom gebeurt dit? Je bent, net wat je zegt, verbijsterd. Hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Hoe overkomt mij dit? Ja. Ik ben zo dicht bij God. Ja. En Satan wist dat ook, hoor. En er zijn veel mensen die vraag stellen. Hè? Waarom, het is zo'n goed mens. Waarom is dat diegene overkomen? Maar het was grappig. In Psalm, is dat Psalm 39? Dat God ons altijd en overal ziet. En Job zegt hier... Job zegt juist, als ik naar het noorden ga, dan kan ik hem niet vinden. Als ik naar het oosten ga, dan is hij daar niet. Ja. Als hij naar het westen gaat, en dan komt hij tot de slotconclusie van... Ondanks dat ik hem niet kan vinden, geloof ik het toch. Amen. Ja. En ik denk toch dat geloven in de goedheid van de Heer, ondanks je ellende... Amen. Ik denk dat een goed wapen is. En soms is het ook zo... dat we het niet begrijpen en dat we daarom dingen in twijfel trekken. Mm-hmm. Als ik het leven van Job zo bekijk, dan had hij zoveel voorspoed. Ontzettend. En in een korte tijd verliest hij alles. Ja. Maar dan vaak genoeg hebben wij mensen dan de neiging om ons oordeel te vellen. Hij zal wel iets vreselijks hebben gedaan. Ja. En vandaar dat dit allemaal overkomt. En hij is zo vroom. Maar er ziet dan tenslotte, zij laat God ook die vrienden zien, want die vrienden die hem aanklaagden. Laat God die vrienden zien, nee, Job heeft niks verkeerds gedaan. Voor ons is het hier een bemoediging wanneer wij dus tegenslagen hebben. Dat het soms heel erg pijnlijk kan zijn. Nou, God laat ons zien, ondanks dat alles, kijk maar naar Job. Hij bleef vast aan het geloof.
toch zie je dat er sommige mensen zijn wanneer de dingen ons hen nu goed gaan. Willen ze niks meer van God horen. Ja. Of ze op andere wijze de vinger raas. Jij zou wel iets wel verkeerd hebben gedaan. Ja, zeker. Maar dit verhaal van Job moet voor ons eigenlijk een waarschuwing zijn. Dat wij vaak genoeg niet weten waarom iemand te lijden heeft. Soms zal de persoon het wel zelf weten als hij door zijn schuld iets vreselijk hem overkomt. Maar het ligt niet aan ons om dus in de vinger te wijzen. Nee. Omdat wij nooit echt weten wat de oorzaak is. Maar God die het weet. Maar voor ons is het zeker een bemoediging. Ondanks zijn ellende bleef hij trouw. Amen. En dat moeten wij dus ook daaruit leren. Amen. Wat ik zo mooi vind, is dat hij dan ook eindigt in hoofdstuk 1 van... Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. Amen. En naakt zal ik daarin terugkeren. Amen. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Dan denk ik, als wij in een of andere situatie zijn, zouden we inderdaad, hè, wat jij zegt, naar Job moeten kijken, op hem moeten kijken. Ja, Christus dan. Dat hij dan zo, ja sowieso, ja. Sowieso omdat Job mens was. Weet je, jawel, Jezus was ook mens, maar Jezus is God. Hè? Dus ja. Dan denk ik van, nou waar, dan zou je dus echt moeten kijken van... Job heeft niet gezondigd, dus hij bleef aan God vasthouden. Dus wij zouden dat ook kunnen. Dat is een groot voorbeeld voor ons. Ja, maar wat Job eigenlijk aan het eind van zijn boek... Moeten jullie maar lezen. Eerst had ik het van horen zeggen, maar nu heb ik God ervaren. Amen. Ja. En dat is ook het doel van toetsen en beproeven. Dat je die relatie... Ja. Verder kan opbouwen en weet van... Ik heb te maken met een levende God. Ja, ja zeker. Ja. Want vaak zijn we toch gauw geneigd om te leunen op anderen. En of de maar de ervaring van een ander is niet jouw ervaring, nee. Nadia. Maar het is toch voor ons om te laten zien... dat wat wij ook meemaken in het leven... dat God soms een bedoeling mee heeft. Ook al kunnen we het nou niet direct zien... Soms heeft God een bedoeling dat mensen ons soms het leven moeilijk maken. Het kan ook zijn dat wij eigenlijk gelouterd moeten worden. Maar het kan ook zijn een beproeving. Wij eigenlijk, onze relatie met God zal ons eigenlijk leren wat eigenlijk de dingen die wij meemaken. Zo onaangenaam dat het ook mag zijn dat God ons ergens tot het einde toe zal leiden. Hij zegt, als hij iets in ons is begonnen, zal hij het ook in ons voleindigen. Amen. We gaan naar zondag, naar dinsdag. Naar de laatste woorden van Jezus. Nou, het begint al, Jezus was in Jeruzalem en zou binnenkort sterven. Het lijkt me vreselijk om te weten dat je gaat sterven en je leerlingen rust maakt. Alleen, hij zegt, ik moet sterven, maar ze hadden het referentiekader niet. Zij dachten aan, hij gaat de macht claimen. Ja. Dus ze waren blind voor de woorden. Ze waren doof voor de woorden van Jezus. Want Jezus zei heel duidelijk, ik ga naar Jeruzalem. Ik ga daar sterven. Sterven? Ja, sterven in het harnas, weet je wel. Dus je referentiekader is bepalend hoe je Gods woord gaat verstaan. Dat is altijd. Dus bijvoorbeeld de een kan ontroerd raken door bepaalde woorden. En de ander kan... blij worden en zeggen, hey, hoe kan dat nou? Dit is toch dezelfde Bijbeltekst? Oké. En dan gaat Jezus in het Matthäus-evangelie, gaat vlak voor zijn lijden, gaat hij twee gelijkenissen vertellen. Wat was de eerste gelijkenis? Van de meisjes? Ja. Van de tien maagden. En wat was nou typisch kenmerkend? Ze hadden alle tien lampen. Ze hadden alle 10 lampen, maar 5 van hun hadden heldere lampen. En 5 van hen hadden nogal flikkerende lampen. Oh ja? Olie zat bijna geen olie meer in. Nee, oké. Maar wat misschien opvallend is, en we zeggen, we moeten waakzaam zijn. Ze vielen allemaal in slaap, want het duurde wat langer dan ze hadden gedacht. En toen werden ze wakker gemaakt door getetter van de heraut. Van de boodschappen, de bruidegom komt eraan. Nou, tot nu toe was er geen verschil. Valt je op?
Ja. Maar de lampen waren allemaal uitgegaan. Of ja, zwak gaan branden. Flikkeren. En flikkeren en zo. En toen bleek het verschil. De andere, ja. Maar wat het verschil was niet voor dat moment. Amen. Want op dat moment waren ze gelijk. Alle tien. Alle tien. Het verschil had te maken met de toekomst. Okay. Amen. Vijf van ze hebben zich niet voorbereid op de toekomst. En dat betekent dat christen zijn niet alleen maar is een net pak aantrekken en een goed karakter laten zien. Christen zijn heeft te maken met hoe bereid je je voor op de toekomst. Ja, je hele lief, het is voor je hele lief. Valt jullie niet iets op in deze uitleg van Ellen White? Ellen White, ik heb altijd geleerd dat de olie symbool was voor de Heilige Geest. Mm-hmm. Tot mijn grote verbazing mocht ik hier lezen dat Ellen White zegt, er staat ook symbool stand van je karakter. Jullie hebben dat ook gelezen. Jullie hebben ook. Hoe was jullie ervaring door, toen je dit las, Jolanda? Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, toen had ik zoiets. Ja, weet niet hoor. Weet het niet. Maar later ga ik nadenken en dan. Ik vind de Heilige Geest en het karakter gaan samen. Ik heb de Heilige Geest nodig. Voor mij is het dat ik de Heilige Geest nodig heb om mijn karakter te vormen. Amen. Dus als ik de Heilige Geest in mij heb, dan wordt er gewerkt aan mijn karakter. Dan is mijn karakter groeiende, vormende. Het Amen. Wordt gelouterd. Amen. Dus ik kan er wat in zien. Okay. Ja, Nadia? De Heilige Geest die werkt inderdaad aan het karakter. Maar het is ook we hebben ook een deel daarin. We hebben ook een eigen wil. We kunnen zelf kiezen als we het goede willen doen. En als je kiest voor het goede, dan bid je ook dat de Heer je daarbij bijstaat en helpt. Dat je de Heilige Geest schenkt om te volharden in het goede. Maar zo zijn er ook karaktereigenschappen waar je geen vat op hebt. Dan kun je ook bidden om die vernieuwing. Het is samenwerking met de Heilige Geest. Mm-hmm. Het is niet alleen het werk dat de Heilige Geest werk doet, maar het is samenwerken, want je kan de Heilige Geest ook tegenwerken. Amen. Want je kunt bidden, Heer, vernieuw mij, geef mij, help mij geduldiger zijn, help mij om vrijgevig te zijn. Maar daarnaast doe je dingen wat eigenlijk God niet behaagt. Dus wat doe je dan? Je verstoot eigenlijk de Heilige Geest. Want terwijl je de ene kant bidt om de Heilige Geest, ben je bezig met dingen om de Heilige Geest te bedroeven. Op een gegeven moment dan denkt de Heilige Geest, je bent niet serieus eigenlijk. Je wil dat geholpen worden, maar je werkt mij echt tegen. Want er zijn dingen in je leven waar je afstand van moet doen. Ja. En dat moet je dus door de kracht van Jezus zelf doen. Je hebt een wil gekregen. En die wil zou je moeten gebruiken. Want als je voor voorbeeld, als je voor de tv zit en je kijkt naar iets wat niet goed is, wat God zegt, dat is zonde. Maar je blijft er naar kijken. Je kunt eraan bidden, Heer, help mij om dat van deze probleem af te komen. Maar je hebt wel het afstandsbediening in je hand. Jij moet toch omschakelen om een ander programma te zoeken wat God wel behaagt. Dus zo kunnen we eigenlijk werk van de Heilige Geest tegenwerken als wij dus vasthouden aan dingen waar wij eigenlijk in staat zijn. We hebben die macht om het los te laten. Amen. Bidden om kracht, maar ook jouw wil, daar moet je daarbij inzetten. Dit wat ik wilde zeggen is, het is gewoon absoluut God nemen op zijn woord. Amen. Nemen op zijn woord, je bent een nieuw mens geworden. Een ander schepsel. Wanneer je niet uitkomt met dingen, al is het met tranen, ga bij God en vraag, Heer, wat is dit? Want het betekent niet zo'n nieuw mens worden. Door zijn genade heeft hij het ons gegeven. Wij moeten voorwaarts gaan. We hebben soms dat je niet vrienden gaat haten, maar sommige vrienden moet je laten. Ja, je kunt niet scheiden van een man, maar als hij niet hoort bepaalde dingen gaan dan gebeuren. Wat doe je ermee? Ja. Vasthouden aan het allerheiligste geloof en doorgaan. Nou, het heeft alles. Kijk, in het begin, het verhaal van die goudsmid is niet voor niks aan het begin gegeven. Hè. We moeten met een open blik, we moeten onbedekt was die tekst. Ja. Als je onbedekt bent, dan ben je open. Je kan dingen binnenlaten. Ja.
met betrekking op wat Marcia, Nadia zegt, sorry. als je open bent, dan ontvang je. En wanneer je ontvangt, dan ga je doen. Dat was wat wij daarvoor net zeiden. Er komt actie erin. Dus het is inderdaad een wisselwerking tussen ons en de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft ons een gedachte en jij gaat handelen daarnaar. Maar hij dwingt je niet, hè? Nee. Jij moet bepalen. Ja. Wat misschien wel goed is om te weten, om rekening ermee te houden, een verhaal gaat niet altijd één op één. Want de olie wordt gekocht. Mm-hmm. En als het je karakter is, je kan geen karakter kopen. Maar de Heilige Geest kan je ook niet kopen. Mm-hmm. En wat zie je dan? Dat die dwaze meisjes, die komen bij de poort. En de bruidegom, ja, ik vond het wonderlijk dat die bruidegom bij de poort stond. Maar die zegt, ik heb je nooit gekend. Ja. Nou, daar gaat het in feite om, van kent God ons? Want Jezus zegt zelf, ik ken mijn schapen en de schapen kennen mij. Ja. Maar goed, we gaan even naar de schapen. Maar even, want inderdaad, wat Alvin dan net zei, met die bezig zijn met je toekomst. Amen. Als de Heer tegen hen zegt, ik ken jou niet, ik heb je nooit gekend. Dat wil zeggen, je bent nooit bezig geweest met voorbereidingen treffen. Dus wij moeten bezig zijn, ook om terug te komen op wat Nadia zei. We moeten bezig zijn in ons hele leven wij willen bereiken. We gaan naar de tweede gelijkenis. Die is heel interessant. En de eerste vraag is al meteen een leuke. Op grond van welke criteria worden de twee groepen gescheiden? Schapen van de bokken. Wie heeft daar een antwoord op? Het karakter. Nou, de eerste kenmerk is al heel duidelijk. En er wordt niet gesproken van schapen en bokken. Dus op basis, dat was al een criteria. En de bokken aan de linkerkant en de schapen aan de rechterkant. Nadia? Dit is hier eigenlijk, zou je het bijna vergelijken met de vijf dwaze meisjes. En de vijf wijze meisjes. Want de bokken eigenlijk zou je samenzetten met de dwaze meisjes. Ja. En de schapen bij de wijze meisjes. Ja. Het zijn gelijkenissen die bijna met elkaar overkomen, alleen een beetje in een andere manier verteld. Het gaat hier nog steeds om onze heiligheid. Dat God ons aan de hand van zijn woord zal toetsen. Mm-hmm. Of wij waarlijk in de waarheid staan. Hebben we altijd naar zijn wil geleefd? Is ons karakter vernieuwd door de Heilige Geest? Zijn we gereinigd? Zijn we gelouterd? Dat is dat enige wat God naar kijkt. Hij gaat niet naar onze uiterlijk kijken of je nou mismaak of mooi bent. Hij kijkt naar het karakter die gevormd is door de Heilige Geest. En dan zal hij het ook tegen hen zeggen, kom gij gezegende mijn vader. Ja. Ik wil nog wel even één ding zeggen. Het gaat hier om de kerk van Jezus Christus. Amen. Dus de schapen en de bokken en de alle meisjes, die vormen samen de gemeente. Jawel. Dat je dat wel goed in de gaten hebt. Dus het zijn geen wereldlingen. Het zijn geen mensen die niet weten wie Jezus is. Ja. Als wij het gedeelte lezen over daar waar schapen gescheiden worden van de bokken, dan zien we wat Jezus allemaal aanhaalt. Wat de schapen allemaal hebben gedaan en wat de bokken niet hebben gedaan. Waarom de bokken aan de kant zijn gezet en de schapen aan de andere kant zijn gezet. Mm. Ze hebben mensen bezocht in de gevangenis. Degene die ziek waren. Ze hebben de naakten gekleed. Ze hebben de hongerigen en dorstigen hebben ze te eten en te drinken gegeven. Dat wil zeggen, ze hebben Christus, zijn karakter, uitgedragen aan andere mensen. Amen. Ze zijn andere mensen ten dienste geweest. Net zoals Jezus ons het voorbeeld heeft gegeven toen hij hier op aarde wandelde. Ja. En hij zei, wat je niet aan die mensen hebt gedaan, heb je ook niet aan mij gedaan. Dus daarom moet jij de andere kant op. Waar ik ook praktijk is wat je predikt. Amen. Oké, wie was de eerste? Ik wilde alleen maar even een verschil tussen die twee verhalen aangeven. Ja. Dat eerste verhaal begint met het hier en nu. Twee groepen gelijk. Ja. Eentje niet voorbereid voor de toekomst. Dat tweede verhaal, schapen en de bokken, dat gaat niet over nu. Een bok, als je een bok bent, dan ben je geoordeeld tot bok. Je bent nu nog niet geoordeeld tot bok.
Hey. Je kan wel karaktereigenschap langzaam ontwikkelen van een bok. Ja, zeker. Maar ja. Dat verschil van schaap en bok is één. God maakt dat verschil. Wie is een schaap, wie is een bok? Ja. Ja. En twee, het is pas wanneer... Want het begint in hetzelfde hoofdstuk van Matteüs, hoofdstuk 25, pas bij vers 31. En het begint met wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Ja. Dan schaap, bok. Ja, dus het is aan het einde. Je kreeg nog. Yvette. Nou, er staat hier, er wordt wel eens gezegd dat karakter dat is wat een mens in het donker is. En de vraag is dan ook, wat voor mens ben je als niemand op je let? Ja. Ik denk dat dat toch heel belangrijk is, want daar komt het eigenlijk op neer. Van wie ben je als niemand kijkt, als niemand je ziet? En het zou eigenlijk, je zou eigenlijk ten alle tijde dezelfde persoon moeten zijn. En ik heb er erbij geschreven, zo niet, dan... Zou je eraan moeten gaan werken om je aan jezelf te werken, om wat te veranderen. Ja, ja. Of het echt is. Ja, en wat ik wel heel bijzonder vond aan de schapen, dat ze, toen ze beoordeeld werden, vroegen ze, wanneer hebben wij dat dan gedaan? Hmm. Want ze kunnen ze waren zich helemaal niet bewust. Ze deden dat omdat ze zo verbonden waren met hun verlosser. En die anderen, die schepten op. We hebben dit gedaan nu, dat gedaan. En dan kun je... Dus er was al een behoorlijk verschil. Het karakter is toch heel belangrijk. Dat wij het karakter van Jezus weerspiegelen. Ook in onze daden moeten wij dat spiegelen. Maar toch is dat niet degene die ons redt. Wij worden gered door de genade van Jezus Christus. Amen. Maar om in zijn tegenwoordigheid te kunnen vertoeven... moeten we volledig vernieuwd zijn en zijn karakter weerspiegelen. En hij zal ons redden door zijn genade. Ja, de andere dingen zijn alleen maar dat wij dus in zijn tegenwoordigheid kunnen vertoeven. Want God is heilig en zijn karakter is ook heilig. Dus vandaar dat hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Een onheilig mens zal niet in zijn nabijheid kunnen vertoeven. Zo al die werken wat hij zegt dat we mensen gedaan hebben... Het zijn karakter dat ze hebben weerspiegeld. Ja. Maar het is toch door zijn genade dat wij dus eigenlijk het eeuwig leven zullen ontvangen. Je wilde ook iets zeggen? Oké. Nou, je moet ook Johannes 3, vers 16. Ik vind dat die altijd er wel bij. Door geloof word je gered. Maar doordat je gelooft in je verlosser en met de omgang met hem... Ga je veranderen, of je wil of niet. Zeker. Ik zal vertellen, ik ben een keer een weekend met een stotteraar omgegaan. Maandag stotterde ik. En het duurde ruim een week voordat dat stotteren weer liet. Nou. En toen merkte ik wel van... Zo is het eigenlijk ook met de omgang met Jezus mensen. Christus. Als je met hem omgaat... Dan kan het niet anders. Ja. En de intensiviteit van je omgang met hem, die versnelt dat proces. En vaak hoor ik, ik moet dit, ik moet dat. Ga dan gewoon om met je verlosser en het komt allemaal wel goed. Dus, maar goed, we gaan naar woensdag. We hebben gezien hoe belangrijk het karakter is voor hen die wachten op de tweede komst van Jezus... Wat was de eerste komst van Jezus? Toen hij naar deze aarde kwam. Ja, hij kwam als baby. Ja. En bij de tweede komst, wat is hij dan? Koning. De leeuw van Juda. Ja. De rechter. Hij haalt... En we hoeven niet voor die rechterstoel. We zijn al geselecteerd. De heiligen, die gaan mee. Ja. En bij de derde komst van Jezus mag de rest mee. Maar dat is dan wel een heel ander hoofdstuk, toch? Ja. Drie keer komt Jezus terug. Ja. En ik hoop maar dat we allemaal bij de tweede komst van Jezus behoren. De tweede eerste opstanding. Oké, dan gaan we Daniël 12 vers 1 tot en met 10 en Openbaring 22 vers 11. En wie wil daar wat over zeggen? Ik neem aan dat het... laten we Openbaring 22 vers 11 dan maar doen voor de eenvoudigheid. Dan lees ik de herziene staatsvertaling. Ja. Daar staat, wie onrecht doet, laat
Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Ja. Ik heb de HSV gelezen. Ja, vinden jullie dat niet vreemd? Nee, dat is niet vreemd. Nou, vertel. Ik vind het wel heel interessant dat de kijkers horen waarom u dat niet vreemd vindt. Vanaf de tijd dat wij bekeerd zijn, ja, weten wij dat we een bekeerd leven moeten leiden. Hoe we naar anderen toe moeten werken. Hoe Gods geest met ons werkt om ons dagelijks te vernieuwen. Om ook de ander te bereiken. We weten wat gaat komen. We weten dat Christus komt. En dat wat er gaat gebeuren. Er komt een definitieve eind dan. Want hij heeft betaald met zijn bloed voor ons. Amen. En hij heeft overwonnen. Hij is verschenen weer na zijn opstanding. Heeft mensen laten zien. Heeft brood gebroken met zijn discipelen. Zelf Thomas, die niet wilde geloven, heeft alles gedaan. Want hij zegt, het is definitief. En hij is opgevaren ten hemel weer. En de tekenen hebben ze bewezen dat hij zijn intrede heeft gedaan in de allerheiligste plaats om te gaan oordelen de levenden en de doden. Niet zomaar, het is ons ook voorzegd dat wat wij doen te boek staat geschreven. En naar zijn woorden, naar onze daden, zullen wij geoordeeld worden. Ja. Dus des te meer kunnen wij niet gaan zeggen, we weten het of doen alsof ook wij die hier zitten. Want er wordt aantekeningen van ons gemaakt. En wij weten, het is niet zomaar, het wordt gedaan. Jezus is in de allerheiligste plaats nu. Ja. Hij pleit voor de hele mensheid. Want iedereen weet het, ze hebben het gehoord. Het lijkt wel, als je dit zo leest, van dat er niks meer aan veranderd kan worden. Niet. Als je onrein bent, dan ben je dat. Dan word je nog onreiner. Als je onheil aanricht, ga je er nog meer doen. Maar aan de andere kant, is dat ook wel troost. Als je goed doet, ga je nog meer goed doen. En als je afgezonderd bent van de wereld, zal je nog meer afgezonderd worden. Ja, barmhartigheid is daar. Barmhartigheid is daar, ja. Eeuwenlang, vanaf het begin van de zondeval, heeft God eigenlijk boodschappers, profeten en ook priesters en al zijn medewerkers tot de mens gezonden om hen te waarschuwen voor de komende oordeel. En dan kan je zeggen, de aarde is al zo oud. Er zijn sommige mensen die het geloof zien als van een fabel, jammer genoeg. Er zijn mensen die ernstig daarin zijn en proberen anderen nog steeds te waarschuwen. Tegenwoordig heb je zulke valse profeten die mensen proberen te misleiden. Maar toch gaan er mensen en proberen hen te waarschuwen. En op allerlei manieren heeft God zijn mensen gezonden om de wereld te waarschuwen. Ja. En uiteindelijk komt het einde aan zijn genade. Want Gods genade is goed voor de mens, maar het zal niet eeuwig blijven. Er komt een einde aan alles wat eigenlijk tegen Gods wil is. En vandaar hij zegt, zij die voor hem gekozen hebben, die heilig zijn, zij zullen heiliger worden. Maar voor zij die eigenlijk niet, de boodschappen niet zo nauw hebben genomen, of ze hebben zich niet echt in verdiept, dan zegt voor hun, zegt het, ze zijn onheilig. Wie onheilig is, zal nog onheiliger worden. Ja, wel. Dus er komt een tijd wanneer er geen genade meer is. En dan zegt God, dan zullen heel veel van ze zitten. Want wanneer die genadedeur is afgesloten, dan is Gods bescherming ook helemaal weg van deze aarde. Dan zal er vreselijke dingen over deze wereld komen. De duivel zal niet langer beteugeld worden, maar hij zal ten volle in de mens regeren. Ook de rampen die wij nu zien, ik zeg altijd, het is maar het topje van het ijsberg. Want wanneer God zijn genade wegneemt, dan komen die rampen in al hun kracht zullen ze over de mens komen. En dan zal men pas wakker, sommigen, velen zullen wakker worden, maar dan zal het dan ook te laat zijn. Wie was de eerste? Vandaar dat je niet kan zeggen, nou weet je, ik weet dat ik mij aan Christus moet overgeven, maar ik ga nog even mijn eigen ding doen. En over een jaar of twee, dan ben ik iets volwassener. Dan,
dan ga ik mij helemaal aan Christus wijden. Dan ga ik mij volledig overgeven aan God. Ten eerste weet je niet of je nog 2 jaar gaat leven. Je weet niet of je zoveel genade krijgt. En net wat Alvin net zei en Nadia ook. Op een bepaald moment houdt het op. Amen. Dat gedeelte van de schapen en de bokken, dat is de eindtijd. Op een bepaald moment is het tijd voor Christus om te komen. En daarvoor, dan houdt het op een bepaald moment op. Dan zei je, als je op dat moment goed bent, dan blijf je goed. Als je op dat moment fout bezig bent, dan blijf je in die fase. Elvin. Maar er ligt... Nee, heel kort wil ik eigenlijk aanvullen. Het is een mooie tijd die we tegemoet gaan. Ook al wordt het benauwd, het is een mooie tijd. Want het getuigt eigenlijk hoe goed God is. Amen. En voor iedereen die daar in de wereld rondloopt, die misschien naar deze aflevering kijkt en denkt, hoe kan ik nog in God geloven? Het feit dat jij op dit moment niet door en door slecht bent, betekent ergens dat God in je hart is. Mm-hmm. Want als jij door en door slecht zou zijn, dan zou je hele andere dingen doen. Als jij God niet had, dan zou je door en door slecht zijn. En daarom kunnen we er allemaal van uitgaan. Ook al kom je nu nog niet naar de kerk, ook al zeg je dat je atheïst bent, er is hoop, want God die is nog steeds met die persoon. God is nog steeds met ons. En er is nog steeds een kans op dit moment. En dat is het mooie van Gods boodschap. God is er gewoon. Ja. Ja, Spreuken 1 vers 7. Ontzag voor de Heer is het begin van alle wijsheid. En dat vind ik wel goed, want de verlichten, dat zijn wij, die worden verlicht door ontzag voor God. En daardoor hebben we kennis van zaken die de anderen niet hebben. Wij hebben eigenlijk een voorsprong, maar, nou komt het. Voorsprong betekent wel extra verantwoording afleggen. Amen. Ja. Want, en dat staat in Ezechiël, als door ons gedrag, bijvoorbeeld we hebben iemand niet gewaarschuwd, die gaat verloren, dan gaat hij verloren omdat wij hem niet gewaarschuwd hebben. En wij gaan verloren omdat we hem niet gewaarschuwd hebben. Ja. Dus het mes snijdt wel aan twee kanten. Dus we zijn ontzettend verantwoordelijk wat er met onze omgeving gebeurt. Zeker weten. Ik weet niet waar je net Spreuken las. Spreuken 1 vers 7, sorry. Ja, want dat staat hier dan bij mij. Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Amen. En mensen die geen eerbied hebben voor de Heer, die willen geen dingen leren. Dus dat nou, en wat je dus nu ziet om ons heen, dat ontzag voor de Heer of respect voor de Heer is heel ver te zoeken. Afneemt, ja. En eigenlijk, als je ook de cabaretiers tegenwoordig spotten met alles wat godsdienstig is en dergelijke. En wat me dan opvalt, dat dan de christenen ook in de zaal zitten en die lachen dan. Nee. Met kiespijn. Of ze zitten voor de TV. Dus, nou, ja. Yvette? Maar kan het ook zo zijn dat wij dan denken van, wij zijn de verlichten, dus we zijn er al? Of weet kan je dan niet meer hoogmoedig worden? Ja. Het ligt in of het is in die. Oké, we moeten stoppen. Het is 11:05. En wie zou het afsluitgebed willen doen? Dierbare Vader in de hemel. Met een dankbaar hart hebben wij gezeten en geluisterd naar de boodschappen die Gij ons doorgeeft. Help ons, o Heer, te weten dat Gij onze schepper zijt, onze albehoeder. Maar Gij hebt ons ook verlost. Gij hebt met uw bloed voor ons betaald aan het ruwhouten kruis. Vader, Gij zijt opgestaan en Gij komt weer naar deze aarde om ons mee te nemen die verlost zijn. Help ons. Dat wat wij geleerd hebben, dat wij het ter harte mogen nemen. En dat wij het woord gaan onderzoeken. Want dat betekent ons leven, Heere, zodat wij ook anderen gered kunnen zien in uw eeuwig koninkrijk. Vader, houd ons vast en help ons dat wij moedig voorwaarts mogen gaan. En niet wijken, nog ter linker, nog ter rechterzijde. Wij bidden zelf voor onze regering, land en volk, het koningshuis, mijn God. Help dat wij wakker geschud worden, want de tijd is nabij. Maak zo alles voor ons wel naar uw genade, bidden wij om Jezus wil. Amen.
Ik dank u voor uw participatie in de Sabbatschoolles. Ik wil ook de kijkers bedanken dat u mee hebt gekeken. Ik hoop echt dat u genoten hebt van Gods woord. En ik zou u willen uitnodigen, kijk ook de eredienst. En tot volgende week. Amen. Dag. Beste broeders en zusters, wat een heerlijke lesbespreking. Ik heb er ontzettend van genoten. Ter afsluiting wil ik nog even een klein kort stukje met u lezen over de les op bladzijde 49. Mag ik ook alsjeblieft de laatste slide? Karaktervorming is het belangrijkste werk dat ooit aan menselijke wezens is toevertrouwd. Het was nog nooit zo belangrijk dat nauwkeurig te bestuderen als nu. Er is nog nooit een generatie geweest die is geroepen dingen onder ogen te zien van zo'n geweldige omvang. Nooit eerder werden jonge mannen en vrouwen gesteld voor gevaren die zo groot waren als die waarvoor zij zich vandaag de dag geplaatst zien. Ter afsluiting van deze lesbespreking wil ik u aanmoedigen voor de les van de volgende week, extreme hitte. En ik vraag u om met mij het hoofd te buigen. Heere God en Vader die in de hemelen troont, Heere, dank u wel dat wij weer aan uw voeten mochten zitten en leren uit uw woord. Heere God, dank u wel voor uw overvolle genade en liefde, Heere, dat u ons en ons karakter ons wilt zuiveren, Heere, zodat wij ons beeld mogen zien in u. Heere, wij falen daarin elke dag, maar Heere, helpt u ons met uw sterke hand, opdat wij steeds beter mogen worden voor u en met u. Heere, zegen ons deze dag verder, uw heilige Sabbatdag. Heere, wilt u de spreker ook zegenen? En Heere, dank u wel, Heere, voor deze prachtige Sabbatdag. Wij danken u dit in Jezus' naam. Amen. Thank you.
kunnen we iets rustiger zijn. Volgens mij zijn we in Gods huis. Goedemorgen, broers en zusters. Welkom op deze Sabbatmorgen in Gods huis. Ik heb een paar onverwachts binnengekomen mededelingen binnengekregen. En die wilde ik toch aan u mededelen. Vanmorgen hebben wij via Sylvia Bernhard bericht ontvangen dat haar schoonzus Erna Bernhard Punzeli vannacht is overleden.
Zij was voorheen samen met haar man en in de Vriendenlaan en in de beginperiode van deze kerk heel actief in de gemeente Rotterdam-Noord. En ze waren bezig met de kindersabbatschool en het jeugdwerk. En in Apeldoorn was zij ook actief lid in de gemeente. En haar man John Bernard heeft gewerkt in het Adventistisch bejaardenhuis. Dat is Walter Bos. Ook is deze week bericht binnengekomen van het overlijden van Edeltrouw Termate in Zeeland. Zij was ook samen met haar man Helmoet Termate in dezelfde periode heel actief in de gemeente, onder andere met de vakantie Bijbelschool. En Helmoet en Edeltrouw waren het tweede bruidspaar in deze gemeente. Toen deze kerk geopend werd, werden ze hier als tweede bruidspaar ingezegend. Dus de droevige berichten dat Erna Bernhard Punzeli en Edeltrouw Termate van de week zijn overleden. Ook van mij een goedemorgen en gezegende Sabbat, u hier aanwezig en ook u die thuis via de livestream luistert. Ook ik wil graag wat met u delen. We hebben een paar weken geleden, 9 juli, hier een middag gehad, georganiseerd vanuit het departement Pastoraat. Waarbij wij eigenlijk met u als gemeente hadden willen stilstaan bij de onderdelen van het pastoraat. We hebben eigenlijk met degenen die aanwezig waren, hebben we stilgestaan bij de onderdelen vrouwenpastoraat, bij de gebedsbijeenkomsten, bij het mannenpastoraat, gezinspastoraat, boekbespreking en kleine groepen sociale activiteiten. Dat zijn eigenlijk de onderdelen die het pastoraat behelst. En het was onze verlangen om daar samen met u als gemeenteleden bij stil te staan, hoe wij met elkaar invulling kunnen geven aan de verschillende onderdelen, handen en voeten kunnen geven aan de activiteiten, maar vooral ook input van u te vragen. En dat is gelukt. We hebben met een niet heel grote groep, maar toch wel met heel enthousiaste mensen aanwezig die middag stilgestaan bij die verschillende onderwerpen. En even degenen die erbij waren, was het een gezegende middag? Amen. En zeker voor herhaling vatbaar. Er zijn een aantal mooie ideeën geschapen en we willen graag nog weer met u bij elkaar komen op 3 september. Dus voor zowel degenen die er waren, maar u die er niet bij heeft kunnen zijn door verschillende omstandigheden, mis het niet. Want het was heel fijn om zo samen na te denken over het werk van ons, voor onszelf als gemeente, maar hoe wij ook meer kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. U heeft inderdaad wat sfeerimpressies kunnen krijgen. En nogmaals, 3 september gaan we ermee verder. En we hebben ook de mensen die aanwezig waren alvast geprikkeld om na te denken wat we nu al kunnen doen om invulling te geven aan wat zaken. Dus houd het in de gaten en reserveer alvast 3 september in uw agenda. Vanaf deze plek alvast welkom. Ook graag wil ik u een gezegende Sabbat toewensen, ook voor onze kijkers via de livestream. Ik heb nog een paar algemene mededelingen voor u. Als allereerst zijn er moestuinieren in de families gezocht. Broeders, zusters, oom, tantes, oma's, opa's, iedereen die groene vingers heeft, of niet, is bij deze van harte uitgenodigd. In de maand juli en augustus hebben we familie Moestuindag op de laatste woensdag van de maand. Voor de maand juli is het dus woensdag 27 juli. Iedereen is van harte welkom. De courgettes, peterselie en zonnebloemen gaan hard. Kom meehelpen en geniet van de waardevolle lessen die God ons geeft bij het zaaien en oogsten. Een mooie tijd om samen door te brengen en lekker met de handen bezig te zijn. Vergeet niet een boterhammetje en wat water mee te nemen. En de poster bevat alle verdere informatie. Daarnaast zijn er ook elektrotechnicussen onder ons gezocht voor advies en eventueel begeleiding binnen de gemeente Rotterdam-Noord. Zoeken wij broeders en zusters die enige kennis hebben van elektrotechniek. Wilt u zich graag aanmelden bij broeder Wouter Burger of broeder Wim van Santen.
Tot slot, heeft u zelf nog mededelingen, kunt u deze doorgeven via de portal. Dat waren de mededelingen voor nu en wil ik u graag uitnodigen om op te staan als we met elkaar zullen zingen. Heeft u een gezegende week gehad? Of heeft u een nare week gehad? Of heeft u een week gehad die gewoon zo snel voorbij is gegaan? Eén ding is zeker. We mogen blij zijn dat we de Sabbat hebben. Dat we de rustdag hebben. Dat we deze dag hebben speciaal met onze Schepper. En daarom zullen we starten met het eerste nummer. Heerlijke Sabbat, hoe lieflijk en zoet. Heerlijke Sabbat, hoe lieflijk en zoet, brengt Gij ons telkens uit Eden een groet. Als wij vergaderen van ver en nabij, schijnt God verkwikking voor u en voor mij. Heerlijke Sabbat, Gij zalige rust, heerlijke Sabbat. Zalige rust, heerlijke Sabbat, ons vreugde en lust. Heil en aanbidding, lof, eer en dank. Zij onze koning in vrolijke klank. Heerlijke Sabbat, gij hemelse rust. Bron van zegen. Geest des levens, bron van zegen, stem mijn hart tot blijde dag. Leer ons roemen in Gods wegen, jubelen met blij geklap. Leer de vader de lijden door uw macht.
We mogen hier samen zijn in de naam Jezus. Gezegende Sabbat. Voor de oproep tot aanbidding is gekozen voor de tekst van Matteüs 28, vers 18 tot 20. Daar zegt Jezus: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en des Heilige Geestes. Zusters, broeders, het is misschien ongebruikelijk, maar in deze oproep tot aanbidding wil ik u met nadruk oproepen dagelijks te bidden voor de Heilige Geest. Om de kracht, de moed en de wijsheid die nodig zijn om te voldoen aan deze opdracht van Jezus. Zuster Agnes Panoot zal ons voorgaan in het pastoraal gebed. Ik zie dat ze er niet is. Dat verbaast mij. Ja. Broeder John zal voorgaan in het pastoraal gebed.
Almachtig God en Vader in de hemel, op deze Sabbatmorgen komen voor uw aangezicht om u te danken. Te danken dat we mogen zijn in uw huis. Heer, wij hebben ook bericht gekregen van het overlijden van een aantal zusters. En Heer, we willen u vragen of dat u met de familie wilt zijn om hen te troosten. Wilt u ook zijn met de mensen die ziek zijn, die het moeilijk hebben? Heer, u kunt met uw Heilige Geest deze mensen troosten en de tranen wegwissen. Heer, wilt u ook zijn met deze dienst? Wilt u ons als gemeente een luisterend oor geven? En wilt u broeder Johan de juiste woorden geven, zodat wij daar gestrekt door naar huis mogen keren? Heer, wilt u zo alles wel maken met uw gemeente? Uw gemeente die hier aanwezig is, de gemeente die luistert met de livestream. Heer, wilt u hen toch allemaal die zegen geven die we allemaal zo hard nodig hebben? Heer, we vragen u dit niet uit verdiensten, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor het afzonderen van uw gaven. En zal er gelijktijdig door de ouderling een aantal mededelingen gedaan worden. Helpen om deze gelden op een juiste manier te besteden. Help ons, Heer, om uw gemeente te dienen, uw gemeente te sterken, te steunen. Wij vragen daarbij uw zegen, Heer, uit Jezus' naam. Amen.
Broeder Serge Emanuelsson zal voorgaan in het kinderverhaal. Dus de kinderen kunnen naar voren komen. En ik zie ze al binnenkomen. Dat wordt weer een feest. Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen, kinderen. Ik zie de mensen in de zaal een beetje lachen en vreemd kijken. Maar ik heb wel vaker het kinderverhaal verteld, maar in Suriname, niet in Nederland. Dit is de eerste keer. Het is een beetje anders voor mij natuurlijk. Ik ben Serge, ik kom uit Suriname. En ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Dat het misschien een beetje anders is dan de verhaaltjes die jullie horen, Sabbat. Surinamers zijn een beetje mensen met een heleboel opschuif, dynamiek, noemen ze dat. Dus ik ga mijn best doen om een beetje in te houden. En er zijn een paar woorden misschien die ik ga gebruiken die jullie niet begrijpen. In Suriname zeggen we bijvoorbeeld voor douchen, baden. Dus als ik baden zeg, bedoel ik douchen. Wat zijn de andere verschillen? Maar oké, ik ga mijn best doen. Het belangrijk is dat de kinderen het begrijpen. Dit is het belangrijkste moment voor de kinderen in de eredienst, omdat de dienst van grote mensen ze niet kunnen verstaan. Dus ik vind het altijd belangrijk dat ze dit kunnen begrijpen. Nou, dit verhaal gaat over een jongen. En we gaan hem Henrique noemen, die in Suriname woonde met zijn moeder en zijn vader. En hij was een best ondeugende jongen. Dat woord kennen jullie toch, ondeugend, ja. En hij woonde met zijn moeder en zijn vader en zijn broer in een huis dat hierop leek. Ik denk dat, ja, deze, zoiets. Dat is een typisch Surinaamse woning. En daar woonden ze. En in Suriname was het toen niet zo vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt. Vooral als je boven woont. Dan was er niet genoeg druk dat er water naar boven kwam. En op sommige momenten in de dag kwam er daar wel water uit de douche. En dat was een heel leuk moment. En zodra dat gebeurde, vonden deze twee jongens, Henrique en zijn broer, het heel spannend om te springen in de badkamer tijdens het baden, douchen. En dat mocht van hun moeder niet. En elke keer was de waarschuwing, nee, dat mag niet. Jullie mogen niet springen in de badkamer. Maar natuurlijk, ze zijn blij dat er weer water uit de douche komt, dus gaan ze springen. En dat was elke dag die waarschuwing, maar ze luisterden maar niet. En op een bepaalde dag ging het niet zo goed. Het ging fout. Dus waren ze weer aan het springen in de badkamer. En plotseling was er een geschreeuw. Deze Henrique, die ondeugend was, was namelijk gevallen in de badkamer. Maar niet op een normale manier. Hij was zodanig gevallen dat hij er iets aan heeft overgehouden. En hij begon te schreeuwen. Er is nog een foto die dit is niet zo'n duidelijke weergave van de badkamer in Suriname. Maar dat, die verhoging daar, een drempeltje, een dorpeltje, hoe dat ook heet. Hij viel dus daarop en kreeg dus een kapwond in zijn gezicht. En hij moest naar het ziekenhuis. En zijn moeder was heel erg kalm. Dus die moeder kwam naar de badkamer. Ja, wat is er aan de hand? Oh, en er kwam heel veel bloed uit zijn gezicht. En de moeder zegt, oké, goed. Houd er een lapje op. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Wat zo was die dag, dat mama geen auto had. Papa had wel een auto, maar die was aan het werk. Dus moesten ze lopen naar het ziekenhuis. Het was niet zo ver lopen, misschien een half uur.
Dus moesten ze een half uur lopen naar het ziekenhuis. En het deed natuurlijk heel erg pijn. Kwamen ze aan het ziekenhuis, tot overmaat van ramp, dus het werd nog erger toen de dokter zei, we hebben geen verdoving. Die hechtingen die je nodig hebt, moet je krijgen, maar dan zonder verdoving. Natuurlijk deed dat heel erg veel pijn en had hij er heel veel moeite mee. Nou, het is gebeurd en toen mochten ze weer naar huis. En dit was een hele moeilijke en zware les voor Enrique, omdat hij op een hele moeilijke manier of een hele zware manier geleerd heeft dat het belangrijk is om te luisteren naar je ouders. Vaak als kinderen denken wij dat we het beter weten, maar ouders waren ook kinderen. En zij weten precies wat er gaat gebeuren als je niet luistert of als je niet opvolgt wat er gezegd wordt. En dit verhaal dat ik verteld heb is voor jullie heel erg belangrijk, maar het is ook een waar gebeurd verhaal. Omdat deze jongen nu voor jullie staat. En als je goed kijkt, kun je hier bij mij nog dat litteken zien. Als je goed kijkt, zie je het nog. Vroeger was het heel duidelijk, maar nu ben ik een stuk ouder, dus een beetje minder. Maar op al mijn foto's, ik was ongeveer, ik denk 5 jaar, al de foto's was het heel duidelijk te zien. Dus dit is een litteken dat ik heb overgehouden aan ongehoorzaamheid. Voor jullie is het belangrijk dat jullie begrijpen dat het heel belangrijk is om te luisteren naar je ouders. Ook al begrijp je het niet zo goed, waarom niet of waarom wel. Belangrijk is wel dat je doet wat ze van je vragen, omdat ze van je houden en het beste met je voor hebben. Dat was mijn verhaal. Wat zegt u? Gehoorzaam is beter dan slachtoffers, zuster. En zij kan het weten. Dat is jouw oma. Oké, we gaan nu bidden. En ik wil jullie bedanken dat jullie hebben geluisterd naar mijn kort verhaal. Gaan we bidden, als jullie daarbij opstaan? Doen jullie dat zo? Ik denk het wel. Ja, willen jullie even opstaan? En als het goed is, moet ik iemand vragen om te bidden. Oké, super. Oké, als we biedig zijn. Laat ons helpen om de goede dingen te doen. En om zoals Jezus te zijn. En om te luisteren in Jezus' naam. Amen. Oké, jullie mogen terug naar je plaats. Geweldig toch, hè? Als je dat zo ziet, een bank vol. Ja, er zitten een paar bij, die zijn al wat groter. Maar ik vind het geweldig wat een rijke gemeente we zijn, dat we zoveel jeugd in de gemeente hebben. Broeder, dank u wel. Zuster Joyce Vleiter zal dus voorgaan in de schriftleding. Dat is Exodus 19 vers 4 en nummer 14 vers 1 tot 4. Goedemorgen, geliefde broeders en zusters. Gezegende Sabbat. Eerste schriftlezing wordt gevonden in Exodus 19 vers 4 en dat luidt als volgt. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op Arends vleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Tweede schriftlezing is 14, nummer 14, vers 1 tot en met 4. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en Aaron en de gehele vergadering zeiden tot hen, och, waren wij in het land Egypte gestorven of waren wij in deze woestijn gestorven? Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land?
omdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tot elkander, laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Tot zover. Ik wil u graag uitnodigen om op te staan als we met elkaar zullen zingen De kracht van uw liefde. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want dit ik heb ontdekt, dat als ik aan u voel, door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij u. Ja, zusters, broeders, wij hebben niet alleen een rijke jeugd in de familie, of in de gemeente, maar ook een rijke familie. Broer Johan Vleiter zal ons voorgaan in de eredienst. Een gezegende dienst. Thank you.
Vrede zij u van God, onze Vader, en Jezus Christus. Ik groet u in de naam. Vrede zij u allen. Hij is jouw God, maar het is mijn God. Het is jouw Jezus, maar het is mijn Jezus. Het is jouw Heilige Geest, maar het is ook mijn Heilige Geest. Ik weet waarover ik het heb. Bijna 52 jaar, 7 dag Adventist, heb ik heel veel ervaren dat waarom ik hier sta is door de goddelijke drie-eenheid. Door de leiding, zijn bescherming en door de engelen die mij constant beschermen. God zegt, Johan, je hebt 2 engelen. En als Satan moeilijk doet, dan is er een legerengel om je heen om je te beschermen. Dat staat in Psalm 34, vers 7 en 8. De engel des Heren legen zich rondom die hem vrezen en redt hem. Ik ben blij om jullie te zien, de familie uit Den Haag. Dankjewel, Odi Odi. Zo groeten we elkaar. En een broer van mij is vanmorgen hier en dat is Norman Boutussen. Norman, hartelijk welkom in ons midden. Ook de rest ben ik dus echt God dankbaar. Ik ben een zoon hier, hè. Zuster Semel, zuster Castillon weet het, mei 1980... werd ik hartelijk verwelkomd door Jean Trouman. Ik kreeg een stevige handdruk van Humphrey Castillon. En die handdruk vergeet ik nooit. En God doet machtig werk. Het is voor ons allemaal een woestijnreis. En we geven het niet op, we blijven bidden. Alles is in Gods handen. God heeft controle over alles. Bruno Norman, toen ik hier aankwam, kende tante Millie in Suriname. En ze zei van, werk met Norman voor me. Maar Norman was al Adventist, Norman was al gedoopt. Norman is mijn eerste ziel. En door Norman heb ik familie Glenn leren kennen. Sintja en Leo zijn dan gedoopt. Heb ik verder familie Simpson leren kennen. Iwan en Glenn zijn gedoopt. En de familie Kleinersdal, Henk en Tino zijn gedoopt. Dus door deze brada Norman, dan zijn dus deze mensen dan gedoopt. Volgens mij, als in 1982 vond er een machtige doop plaats. Toen hadden we broeder, de predikant Rosman. Nu hebben we broeder Ros. Dus, broeder Ros. Het was een machtige tijd. Normaal kan je gewoon 11 uur s'avonds zeggen van we gaan naar Kruiskade om te folderen. En dan is het ook rond het vriespunt. Maar we hadden de eerste liefde. Jezus, kom. De boodschap moet gepredikt worden. Dus hij zegt, kom ermee. En tot 1 uur s'nachts zijn we bezig, Rachelle, om te folderen op de Kruiskade en om te getuigen voor de Heer hoe groot God is. Het is gewoon de tijd die we hebben doorgebracht en machtig is dat allemaal. Ik ben... Laat me eerst beginnen u te zeggen dat in feite de persoon die hier staat is in feite een dode. De nonnen waren jaloers op haar en door veel bloedverlies kon ik niet uit moeder schoot. Ik werd vaak aan de dood ontsnapt, reeds bij de geboorte. Dus het was gewoon een baansnood, het was echt een probleemfase. Moeder zou doodgaan en kindje Johan zou ook doodgaan, maar de Heer heeft andere plannen. Deze jongen ga ik gebruiken in mijn dienst. Daarom heb ik hier enkele andere getuigenis om aan jullie te zeggen hoe groot en machtig mijn God is.
dat hij zegt, nee, ik hou je in leven, want je moet een goed werk voor mij doen op deze aarde. Ik vertrek nu naar Suriname en ik kom aan uit dit mooie gebouw en ik woon in Kamerwijnen, voor zij die in Suriname is een district. In Suriname hebben we zoveel districten en daar woon ik en daar werk ik. En ik hoor dat de gemeente dus verhuisd is van een recreatiezaal waar vleermuizen ook wonen. Dus morgens ben je, als ik aankom moet ik aanvegen en het ruikt niet zo lekker daar, maar goed. En dan hoor ik dat ze verhuisd zijn naar een andere locatie. Dus ik was blij, ik dacht van, hey, leuk, weet je wel. Maar ik kom aan daar, dat gras is zo hoog. Dat is gewoon een tent. In mijn beleving is het gewoon een geitentent. Zinkplaten en een paar kozijnen. Zinkplaten die dus echt gaten heeft. En die kozijnen aangetast door houtluizen. Ik zeg, heer, moet ik hier werken? Ontbering en gewoon een uitdaging. Als het regent, word je aan alle kanten nat. Het waait van alle kanten, want we hebben de grote regentij. Dat is ook gebeurd vorig jaar in april. Na 51 jaar Adventist ben ik voor het eerst nat geworden, Jolanda. Ik zeg, hey, wat krijgen we hier? Snap je? En als het heet is, 31 graden, 12 uur, hebben we de vlijter mag gaan preken. Zinkplaat boven me, behoorlijk heet. Dus ik kreeg dan de... Het kwam in me op. Ik kan ook naar de stad gaan, want daar is de airco. De airco in de kerk, ik zit hoog en droog. Ik word niet nat, maar de Heer heeft mij verrast. Na een paar maanden bijbelstudie gegeven, zijn er van de 12 zielen 7 gedoopt. De Eroarte op in de Marwijnen rivier. Zo werkt God. Ik kon kiezen om naar de stad te gaan, maar God verrast mij om me gewoon 7 zielen te geven en die zijn gedoopt. En zo werkt God in ons leven. Dus de andere 4 dat die ook gedoopt wilden worden, is een stiefvader en die zit in de orde, in de loge. Die heeft gewoon moeder verhinderd met die 3 kinderen om niet gedoopt te worden. En de jongen van 19 jaar, die had meer tijd nodig. Jonge mensen, de tijd is niet van jou. Heden, indien je zijn stem hoort, verhard je hart niet. De tijd is niet meer van jou. Als God spreekt, als de Heer jou vermaant, van doe een, neem Jezus aan, is dat het beste om te doen. En ik heb gewerkt nog met 2 echtparen. En die zeggen, dus we hebben veel mensen uit de volle evangelie, Irma. Kerk, ze stappen over omdat ze overtuigd zijn van de Sabbatswaarheid. Nou, voordat ik kwam, heb ik gewerkt met 2 echtparen en die wilden ook gedoopt worden. Maar ik zeg, nee, jullie moeten eerst trouwen. Gaan jullie eerst naar het stadhuis. Jullie moeten eerst trouwen. En ze zeggen, nee, we gaan op je wachten. Ik zeg, nee, wacht niet op me. Weet je, wacht niet op me. Ga gewoon een datum prikken. En dan, misschien zijn ze al gedoopt, ik hoor het wel. Broers en zusters, en sinds kort ben ik ook op de televisie. En dat is op 2 stations. En het is radio, televisiestation Shalom en ATV. Shalom is de EO. We kennen het hier als EO, maar het is dus ook echt een christelijke organisatie. En dan we groeien steeds, moet ik zeggen. Op papier zijn dat 50 zielen en we krijgen steeds meer mensen. Er is een broeder bij ons, dat is een Hindoestaanse broeder. Dat is broeder Baljoer. Broeder Baljoer, dat is dus een Hindoe broeder die dus echt... zelfmoordneiging kreeg. Ik heb met hem gewerkt en God heeft hem geholpen en hij is inmiddels 2017 gedoopt. Baljoer die kwam, die zei, broer Vleiter, mijn schoonzus, het gaat niet goed met haar. Ze ligt in feite op sterven. De artsen hebben er al opgegeven,
2 weken in het ziekenhuis, is naar de pandiet gegaan. Dat is dus de hindoe predikant, weet je. En die gasten hebben de hindoe godsdienst, dat weten jullie. Ze hebben meer dan 1001 goden. En dat, die pandiet heeft zoveel geld van de weten, ja, te belazeren. En dat heeft dus ook niet geholpen. En broer Bodjoe vraagt van Vleiter, wat kan je doen? Ik zei, oké, ik zal eerst vasten en bidden. Ik zal vasten en bidden en dan zullen we er naartoe gaan met de penningmeester. Ik heb er gezegd, vast ook en bid ook, want het is gewoon het is een hindoe gode tegen de God van Israël, Jezus Christus. Want wij geloven in Christus zelf. De kinderen zijn gezond geboren, broer Bodjoe zijn schoonzus. 3 kinderen, maar ze zijn verhuisd naar een begraafplaats. Dus het is een algemene begraafplaats, dus je ziet geen palen meer of zo. En nadat hij gebouwd heeft, zijn broer, toen heeft de buren gezegd van, meneer, je hebt gebouwd op een begraafplaats. En dat eerste kind is overleden en je heeft nog 2 anderen die volwassen zijn, maar die ene maakt het geluid van een muis. Want ik heb ze bezocht en ik dacht, dat klopt iets niet. Maar goed, ze zijn geestelijk niet in orde. En ik heb eerst gepraat met de broer van Boljoer. Want zijn schoonzus, die ligt maar daar. Ze kan dus haar voeten niet bewegen en niets bewegen. Ik zeg eerst van, wij zijn christenen. En ik zal kijken wat ik kan doen. Kan bidden voor haar. En ik ga, en om het verhaal kort te maken. En ik zeg van, Behin, dat is dus echt zus. Kan je naar me luisteren? Ze zeggen ja. Ik zeg, spreek mij na. Dus heb ik een zondagsgebed eerst opgezonden. Dat is dus mijn bediening. Dat is de manier hoe ik werk onder deze mensen. Ik heb berouw, belijdenis, gevraagd dat de Heer haar mag vergeven en helpen en genezen en haar aanraken. Maar eerst heb ik voor mezelf gevraagd de reiniging en heiliging, zodat mijn gebed Gods troon mag naderen. En ik heb vurig gebeden voor verlossing, van bevrijding. En dat God deze schoonzus van broer Boljoer kan genezen. En de volgende dag bel ik broer Boljoer. Hoe gaat het met je zus? Ja broer, het gaat goed met haar. Ze staat weer op, ze eet weer. Ik zeg, prijs de Heer, halleluja. God is machtig. De God van Israël. En het is niet broer Vleiter die dat gedaan heeft, maar het is de God van Israël. En ze zegt ook dat ze in de kerk wil komen, naar de kerk wil komen, om te getuigen, weet je, en om jullie te vertellen hoe dus echt God machtig is en wat God allemaal gedaan heeft en dat God goed is in haar leven. Maar broeders en zusters, als je in de bediening bent van Jezus Christus, zal je ook aangevallen worden door de vijand, door de tegenstander. Hij zal je niet met rust laten, maar jij moet niet bang zijn. Je moet gewoon doorgaan. Dus wat heb ik ervaren? Ik heb gevist in de vijver van de vijand. En na een paar dagen lig ik op mijn rug. Het is een droom. Het lijkt niet op een droom. Het lijkt op werkelijkheid. En ik ben gebonden aan mijn handen en mijn voeten. En ik lig op mijn rug. En 2 demonen verschijnen in mijn droom. Ik kan me niet verroeren. Ik wil vechten. Ik kan niets doen. En ik voel mijn hart uit mijn ribbenkast. Ik voel mijn hart uit mijn ribbenkast. En ik zeg, Heer, ik ga dood. Maar ik had geen tijd. Ik had geen tijd om onze vader. Ik had geen tijd om, de Heer is mijn herder. Het enige wat ik kon doen, ik voelde de dood en een hevige pijn. Jezus Christus. Jezus Christus. En dat is de naam. Vaak is het zo dat je geen tijd hebt voor onze vader. Of voor Psalm 23. Het is alleen Jezus Christus en de behoudenis is er niemand anders dan in Jezus Christus. Het was meer dan een minuut. En ik voelde, Heer, het is einde met mij. En plotseling, ze hadden een kleur van een zand. Dat gele zand. Hun lichaam was geel. En wat ze aan hadden, zoals ze sluierachtig, Rochelle. Het was ook geel. Met zwarte ogen. Heel eng. De ene trok links en de andere trok rechts. Ik zeg, wat gebeurt er hier? En ik stond op, ze verdwijnen uit mijn droom. En ik hoorde,
galmen in mijn slaapkamer. Jezus Christus, amen. Halleluja, Jezus Christus. Ik ben vaak aan de dood ontsnapt. Ook in het verkeer. Maar vandaag kan ik je zeggen dat Jezus Christus mijn redder is, mijn zaligmaker, mijn de rots waarop ik sta. En ik ben niet bang voor de boze, ook wat hij mag doen, want hij heeft de sleutel van de dood en het dodenrijk. Dan kan je niet stil zijn. Dan moet je in vuur en vlam staan voor de malmachtige God. Gisteren was er zoveel herrie thuis. De helikopter kwam aan, de brandweer kwam aan, John. Ambulance kwam aan, politie kwam aan. Ik zeg, wat gebeurt er? NOS, Stephanie, verslaggever. En Stephanie, ga naar beneden. Ga kijken wat er gebeurd is. En Stephanie kwam naar boven. En ik zeg, what's up, what's happened? Stephanie zegt, ze is van zoveelste verdieping gesprongen naar beneden. Morsdood, is het goed Nederlands woord? Ik ben van de technische school. Morsdood is goed. En ik vind het erg. Want de boze heeft weer eentje in zijn rijk. Dat hij kan lachen. Kon ik daar zijn om de laatste woorden te zeggen. Dat er hoop is voor jou. Dat er hoop is in Jezus Christus. Want we zitten hier, maar we moeten ook naar buiten gaan. Om te vertellen dat er hoop is. Dat er verlossing is in Jezus Christus. De mensen gaan dood, de wereld staat in brand. We moeten bezig zijn. Ik kan niet stilzitten. Oktober vertrek ik weer naar Suriname. En iedere woensdag en zaterdag, het is 31 graden, 33 graden, op mijn fiets. Ik ga de missende leden bezoeken. Wat is er? Jullie slapen. Toen ik aankwam 2020 was het coronatijd. Velen gingen weer, hebben de Sabbat weer overtreden. Ik zeg, nee, jullie moeten terug naar de kerk. Wanneer je ervaren hoe goed God is, hoe machtig God is, hoe liefde van God is, kan ik mijn mond niet houden. En ik zal het ook niet houden. Alleen op mijn laatste dag, de laatste dag dat de Heer zegt, kom jongen, jij gaat niet dood. Maar is het de diepe slaap, dan zal ik mijn mond houden. Om te praten van die machtige God die ik dien, de verlosser van hemel en aarde. Hem komt alle eer en glorie. Niet bevleiter is belangrijk. Maar mijn Heer en Heiland, Jezus Christus, laten we blijven getuigen en schreeuwen de eerste liefde van de daken. Jezus leeft, Jezus is het antwoord en Jezus komt door de normen. We was rond het vriespunt en we gingen gewoon door om te getuigen. En dat moeten we blijven doen. De wereld staat in brand. En waar zijn de brandblussers? Waar is God zijn volk? Broeders en zusters, ik ben niet bang, want hij die de sleutel heeft van de dood en dodenrijk. Hij beslist wanneer je moet gaan. Maar we gaan nu naar de hoofdmaaltijd. Zullen we even bidden? Zullen we even bidden, Heer God? Heilige Geest, Heilige, reinig mij. Dat de woorden van mijn mond en de overleggen van mijn hart u welgevallig mag zijn. Ik ben niet belangrijk, Jezus. U weet dat ik van u houd. En u weet dat ik zal getuigen voor u. Zo help en red mij. En red ons allen en help ons. Amen. Broeders en zusters, terwijl ik bezig ben, bid voor mij dat de Heer ons mag helpen. Het heeft 430. Slow down. Dan moet ik ook met tot mezelf praten. Slow down. Slow down. Ga eens terug. Het heeft 430 jaren gekost en sommige onderzoekers zeggen dat het 450 jaren toen Israël in Egypte was. Egypte in een onderdrukking door de farao en het heeft 10 plagen gehad. God had 10 plagen nodig om farao duidelijk te maken dat hij de God is. Dat hij de Elohim is, de scheppende God. Dat hij de Jahweh is, de verlossende God. Ja, dat hij El Elyon is, dat hij de Allerhoogste God is. Dat hij El Shaddai is, de Almachtige God is. Dat hij Sabaoth is, dat is de Heer der Heerscharen.
Want dat zegt David, jij komt met je grote zwaard, maar ik kom in de naam van Sebaot, de Heer der Heerscharen. En dan heb je Jahweh Nissi. Ik kan doorgaan, alleen de naam van Jezus, alleen de naam van Jezus, kan ik een preek houden. Hoe groot hij is. El Shaddai, Adai, noem maar op. Jehovah, El, noem maar op. El Yon, de levende God. En nu aan Mozes, maar hoe heet hij? Weet je, want Mozes moet het volk leiden uit Israël. Hoe kennen ze? Want ze waren God vergeten. Ze waren totaal ontvreemd van de levende God. O, zeg ik ben. Ik ben die ik ben. Ben der. Is die trouwens. Ik ben die ik ben. Zeg ze, dat zullen ze het weten. 1300 jaar, ze moesten nu vertrekken uit Egypte. God gebruikt Mozes. En Mozes heeft een moord gepleegd. Gelukkig dat God ook zulke mensen gebruikt. Niet steriel, sanctify holy ghost man. Maar eenvoudige vissers, agressieve mensen. God gebruikt een heidense koning om de profetie te zien. Om te laten zien wat er zal gebeuren in zijn tijd, maar ook in het einde van de wereld, koning Nebukadnezar. Er is altijd hoop voor ons. We zijn God dankbaar. Zo leidt God ze. En het waren 10 gebeurtenissen. Nou, ga niet te ver. De dag dat ze moeten vertrekken, stelt God de Pisga in. Dat is het Hebreeuws woord voor Pasha. En Pasha is in het Grieks. Dat is dus de ongezuurde broden die ze moesten eten. En dat is dus echt de Pasha. En ze moesten dat niet gaan zitten. Niet gaan zitten, chillen, om lekker te eten. Nee, staande, lopend moeten jullie het eten. Want jullie moeten nu vertrekken. Vertrekken uit Egypte. En bij de 10e plaag. Bij de 10e plaag had je dus de engel des verderfs. En wat ik mooi vond, is dat de dood plaatsvond. Want het paaslam moest gestreken worden op de deurposten. De dood vond plaats en het paaslam dat geslacht wordt, dat is leven. Dat is Jezus Christus, is ons paaslam. Ja toch? Je ziet het verschil. Dat is echt prachtig, dat is echt mooi om te zien. En God maakt zijn heilsplan bekend aan Mozes. Zijn visie bekend en zijn eindelijke bestemming bekend. God wilde gewoon dat Egypte uit hun leven moest. Egypte moest uit hun hoofd. Egypte moest helemaal verdwijnen. Dus kies God om echt de woestijn te kies God woestijn, want God kon ook grazige weiden gebruiken om zijn volk te leiden. Maar God heeft een bedoeling daarmee, waarom hij kiest van jullie gaan door de woestijn heen. En vaak is dat ook met ons het geval. Weet je, ik wil dat doen en ik wil zo gaan, maar de Heer kiest toch een andere weg voor ons. En goed, de 10 gebeurtenissen vinden plaats dat God zich moest inhouden om ze niet uit te roeien. 10 gebeurtenissen, dat vindt u in Numeri als u thuis gaat. Mag u Numeri 14 helemaal lezen, dat is echt machtig. Een van de gebeurtenissen, zegt Mozes, zegt God aan Mozes, schuif, laat me ze doodmaken. Dan zegt Mozes, nee, ik schuif niet. Haal mijn naam weg uit het boek des levens. Je kan ze niet doodmaken. Wat zullen de omliggende volkeren, de heidense volkeren zeggen? Je hebt ze gebracht in de woestijn om ze dood te maken. Mozes pleit daar, is het type beeld van Jezus, dat God het volk niet ombrengt. Goed, God zegt aan Mozes nu, Mozes moest dus eerst gevormd worden. Dat is dus 40 jaar bij zijn schoonvader, Jethro, als schaapherder. En dan heb je de Joodse feesten. Dus de Pascha, maar je hebt dus ook feest van de trompetten, loofhuttenfeest, Pinksterfeest. Dan heb je dus ook
tabernakel en heb je jubilee. Dat is echt thuiskomen. Dat zijn de Joodse feesten. Maar de Joodse feesten, dat zijn dus ook christelijke feesten. Ja, het is een apart onderwerp dat we echt in de middag echt moeten erin gaan ons verdiepen. Maar de Joodse feesten zijn ook tegelijkertijd onze feesten. Want Pascha is dus echt uit de slavernij van Egypte. Maar de Pascha is voor de christen of verlossing uit de zonde. Uit de zonde, verlossing uit de zonde. Dus dan is dat de Pascha voor ons rechtvaardigmaking door geloof. Pascha, het lam dat geslacht is. Dan is het de feest van Pinksteren en de broden die de Joden gebruiken, is dat voor ons heiligmaking. Dan is dan de feest van tabernakel wat ze hebben, want ze hebben de Joodse Yom Kippur, de grote verzoendag, en de jubilee, dat ze dus echt vrij zijn. En daarna gaan ze eten, gaan ze dus echt uitgebreid elkaar omhelzen enzovoorts. Dat is vervolmaking. Dus je hebt eerst de rechtvaardigmaking, justification, voor zij die Engels. En dan heb je dus sanctification, heiligmaking. En dan heb je glorification, vervolmaking. En dat is dus voor een christen wat God uiteindelijk zijn bestemming is, zijn doel is met ons. Wees volmaakt, omdat je hemelse Vader volmaakt is. Dat is voor de christen. Oké, nu gaan ze op reis. En ik pak een paar van de highlights. God zegt aan Mozes, ga voor naar de Rode Zee, omweg. En dat is ook vaak wat met ons gebeurt. Je vaak loopt de weg heel anders dan je denkt. Maar God wil zijn macht openbaren aan jou, dat je in feite meer gaat geloven in hem. Meer gaat vertrouwen in zijn macht, in zijn leiding, in jouw leven. Dus hij leidt je voor de Rode Zee. En ik zei je, hij wil dat echt Egypte uit hun leven moet, maar hij wil ze ook schoonwassen. Er vindt een doop plaats door de Rode Zee. Het volk begint dan herrie te maken, want ze worden achtervolgd door Farao, die onderweg is om ze uit te moorden. Het verhaal ken je. En waarom schreeuwen jullie tegen mij? Dat kunt u lezen in Exodus 13. En God zegt aan Mozes, hou je staf omhoog, ik zal hem wegbanen. Ik zal een weg banen door de Rode Zee. Dus wanneer jij te maken hebt met blokkades, met Rode Zee of met storm of de wat dan ook, geloof dat de Heer een weg zal banen. Dat Hij in jouw toestand zal voorzien. Jij moet geloven. Jouw geloof moet groter en groter worden. Zo, God laat ze oversteken. En het mooie ervan is dat ze hun voeten worden niet nat. Niet, geen modder, niets kleeft aan hun voeten. God leidt ze op een droge en met de adem van zijn neus heeft hij een weg gemaakt. Een weg geopend. Gelukkig dat God, dus dacht ik van in mijn verbeelding, wat zou er zijn als God zou praten? Want in het begin sprak hij en er ontstond. Dus hij zegt, nee, ik moet me inhouden. Laat me maar niet praten. Laat me gewoon, zodat de Rode Zee verdwijnt. Maar laat me de adem van mijn neus gebruiken. En dat is al voldoende. Jouw God is zo machtig dat hij dat kan gebruiken in jouw leven. En de adem, wat is de adem van zijn neus? Wat is de adem van zijn geest? Is de Heilige Geest die in jou woont. Want daarom ben je hier door de Heilige Geest geleid. En door God zijn hand en God zijn leiding. Ga voor de Rode Zee, ze steken over en zijn mooi, ze zijn weer blij. God is goed en God is machtig. God openbaart zijn macht. Dat is dus de kerk van Christus in de woestijn. De woestijnreis. Voor velen heeft het 40 jaar geduurd. En voor velen van ons is het dat we 10 jaar of 20 jaar weggegaan zijn van God. En voor anderen na 40 jaar zijn we terug bij onze God. Kijk hoe lang God op je wacht. En hij wacht nog steeds op je. Maar zal hij altijd wachten? Mijn geest zal niet. Altijd pleiten bij de mens. Reeds bij Genesis. Reeds bij Genesis zei hij.
dat mijn geest niet altijd zal pleiten. En mijn tijd is niet jouw tijd. Mijn tijd is niet jouw tijd. Want één dag voor jou is voor mij 1000 jaar. Dus, Jezus. Jezus is 2000 jaar verwijderd, gekruisigd. Ja toch? Als we dat berekenen, van nu naar de kruisiging is 2000 jaar. Maar voor God is het? 2 dagen. Oh. Maar word niet moe. U moet je voorbereiden op de wederkomst. Ze moesten zich kwalificeren in de woestijn en daarna gaan ze naar Kanaan. Wij moeten ons kwalificeren in de woestijn en daarna gaan wij naar hemels. Hemels Kanaan. Onderschat het niet. Je hebt alle hulp, alle tools. De Heilige Geest is met je, je hoge priester in de hemel en God de Vader en de engelen zijn er om ons te leiden. Nu krijgen ze door, ze beginnen weer te gillen. De geschiedenis van Egypte is onze geschiedenis. Is dat wij van ze kunnen leren, van hun fouten, van hun falen. Dat wij niet dezelfde dingen doen. Ze zijn ons leerschool. Hoe het anders moet. Hoe het niet moet. Wij moeten dat gewoon leren van ze. Ze krijgen dorst en God zegt aan Mozes, je moet maar 1 keer slaan op de rots. En Mozes doet dat en ze krijgen water te drinken. En ze gaan verder. De rots, God zorgt ervoor, voor alles. 1 keer maar slaan. En nu wil God ze leren. God wil zijn karakter aan hun openbaren. Sinaï, de 10 geboden. Ze moeten gewoon mij leren. Mozes, kom op de berg. Mozes verblijft 40 dagen en 40 nachten zonder te eten in de aanwezigheid van God. Hij blijft 6 dagen en het was een tijd voordat dus God zegt van kom nu naar boven. Kom nu bij mij. 6 dagen had hij de tijd voor zelfonderzoek. En op de 7e dag is het op de Sabbatdag. U mag het lezen in Patriarchen en Profeten. Heeft God hem opgenomen en hij met God van op de een wolk was tussen die twee. En Mozes krijgt dan de 10 geboden, maar Mozes krijgt dan ook alles te zien in de hemel. Het heiligdom wat God zegt in Exodus 25. Bouw een heiligdom zodat ik in hun midden kan wonen. En dat is altijd wat God wil. God wil altijd in ons midden wonen. God, Jezus is vertrokken naar de hemel, maar hij woont nog steeds in ons door de Heilige Geest. De Parakletos in het Grieks. De pleitbezorger. Hij die altijd bij je wil zijn. De para is een mattie hoor. Para betekent mattie. En dat is de Heilige Geest die ons moet leiden door de stormen in de woestijn. De dingen die wij meemaken. Goed, dan hebben ze de 10 geboden en Mozes blijft dan te lang en ze zeggen gewoon aan Aaron, maak ons een beeld, een afgodsbeeld. Dat verhaal kennen jullie allemaal. En Mozes loopt naar beneden en Joshua, die was ook met hem mee. En Joshua zegt, ze worden aangevallen door soldaten. En Mozes zegt, nee, het zijn geen soldaten. Ze hebben er puinhoop van gemaakt. Ze aanbidden een andere god. Laten we maar gaan, Joshua. En hij komt aan en Joshua ziet dat. En je moet dus nagaan wat het contrast. De heerlijkheid met God. Hij moest een sluier op. Want zijn ogen, alles was helder. Mozes was helemaal, ja, hij scheen aan de heerlijkheid van God. En hij zag ze gewoon bezig met de afgoderij. En hij gooide de 10 geboden op de grond. Je zou bijna zeggen, hij smeet ze. Maar hij zei, jullie hebben het niet verdiend. Maar wij hebben ook onze moderne afgod, of niet? U mag zeggen. Als ik lieg, mag u me gewoon zeggen. Als de smartphone zoveel tijd van je kost, dat je lesboekje pakt en dat je lesboeken gaat studeren en je valt achterover, ogen dicht, geen Bijbel, dan heb je van je smartphone een afgod gemaakt. Want je smartphone is... Neem nu de eerste plaats
het is leuk dat we al de technische dingen hebben, maar het is een serieuze boodschap, want de boze zal je bezighouden om je constant af te leiden, weg te halen van Jezus Christus, van jouw God. Hij heeft heel veel, he redoubled his efforts naarmate het einde nadert. Hij verdubbelt zijn aanslagen, hij verdubbelt zijn verleidingen. Zijn misleidingen, zijn verzoekingen worden steeds groter. Dus we moeten opletten, jonge mensen en ouderen. Want de meeste is voor de jonge mensen, want hij houdt van jonge mensen. De Jezuïeten zeggen, geef me dat kind van 0 tot 7 jaar en daarna mag je het hebben. Jeugd, kracht, power, gebruik gewoon jouw talenten. Gebruik het voor God. Dan vindt er een schudden plaats. Dat is in nummer 14, ja. Wat erg is, en wat daarin staat, dat van 20 jaar naar boven, zijn alle ouderen omgekomen in de woestijn. Ze allemaal liggen, lijken, oma, opa, vader, moeder. Allemaal. Joshua en Caleb waren inmiddels meer dan 80 jaar. En die twee konden naar Kanaan. En het waren 3,5 miljoen mensen. 3,5 miljoen mensen. En maar twee, Joshua en Caleb, gaan naar Kanaan. Wat zegt dat aan broer Vleiter? Moet ik beter dan mijn best doen? Zeer zeker. Want ik moet leren van hun. Hoe kan dat? En zelf Mozes mag niet naar Kanaan. Waarom niet? Ze kregen weer dorst. En God zegt aan Mozes, nu moet je praten tot de rots. Nu moet je praten tot de rots. En de mensen kwamen en maakten Mozes hoofd moe. En de zachtmoedigste mens op aarde verliest zijn zelfbeheersing. En vervolgens slaat hij twee keren op de rots. En dan zegt hij, wij zullen water halen uit de rots. Wie ben jij dat je zegt dat je water gaat halen uit de rots? En wie ben jij dat je twee keer slaat? Weet jij niet dat Christus één keer maar gekruisigd wordt? Jezus wordt één keer maar gekruisigd. En ook in de eeuwigheid zal het nooit meer opkomen in ons om te zondigen. Want mijn hemelse vader zegt, mijn zoon zal één keer maar sterven voor de mensheid. Niet twee keer. En Mozes wist het niet. God is stip. En God vraagt, mag ik nog alsjeblieft naar Kanaan? God zegt nee. Ik meen wat ik zeg. En ik zeg wat ik meen. Aaron zijn is niet gegaan. Mirjam is niet gegaan. Wat zegt dat vandaag aan mij? Je moet meer dan je best doen. Het is niet genoeg om hier te komen zitten. Een diepgaand zelfonderzoek. Een kritisch zelfonderzoek. Het is heel belangrijk dat ik dat dagelijks doe. Word ik geleid door de Heilige Geest? Ben ik in het geloof? Want Jezus zegt zelf, als ik naar deze aarde kom, zal ik geloof vinden? Of sta ik ernaast? Ben ik in de waarheid? Of sta ik naast? En God is zo machtig. 120 jaar Mozes. Nog helder. In zijn geest. Zijn ogen, alles. En hij gaat dood. En God neemt hem in zijn hemelskanaan aan. Amen. God neemt hem in zijn hemelskanaan aan. God laat zijn grote leider. Nooit tevoren. Op Jezus na is hij de beste leider. Zo machtig doet God in jouw leven. Als je maar naar hem luistert. We gaan nu naar de kerk van de apostelen. Dat was de kerk in de woestijn. En de kerk van de apostelen. En ik kerk in de middeleeuwen en ik eindig met Laodicea, onze toestand. God kiest na 3,5 jaar werkt hij met de discipelen. En Petrus is dan de voorzitter, Johannes Jacobus. En God sticht zijn eerste Efeze kerk. Nou moet u gaan naar Openbaring, Handelingen en Openbaring. Beide boeken, want van de 70. Van 12 is het 70 zielen. Van 70 zielen is het 120 zielen. Boekhandelingen. Is 5000 tot 6000. De gemeente Efeze groeide. Ze hadden liefde voor de waarheid.
Ja? Ze verkochten hun bezittingen voor het evangeliewerk. En God gaf het zendingsbevel. En net wat u gelezen heeft, ga in de wereld en verkondig het evangelie. Zo machtig is God. En dat doen ze. En dan hadden ze echt de liefde voor de waarheid. Maar de Efeze kerk, zo langzaam verliezen ze hun eerste liefde. Ze hadden geen liefde meer voor de waarheid. En Openbaring 2, vers 10, en Paulus praat ook erover. De geheimenis van de wetteloosheid, dat nam toe, verderf nam toe in de Efeze kerk. Is de kerk van Christus. Is de geestelijke, is dus echt 7 kerken. Maar het is 1 kerk, maar in 7 perioden. Het is de Christuskerk. 1 kerk, 7 tijdsvakken. Van 300, van 31 tot na Christus, tot de tijd van Laodicea. Zo, de valse leraars stonden op in hun midden. En je had dus ook wolven met schapenkleren. Dus dat is dus echt wat er tot nu toe gebeurt. In ons gelederen zal je dus dat ook hebben. Dat leraars opstaan en gewoon hun eigen visie willen volgen. Niet wat de waarheid, wat in de waarheid staat in de Bijbel, maar gewoon hun eigen mening. En ze willen niet meer, ze willen zich niet meer houden aan de gezonde leer. Terwijl wij Bijbelvast moeten zijn. Om een wedstrijd te winnen, zegt Louis van Gaal, je moet balvast zijn. Om een wedstrijd te winnen, heeft hij gezegd, je moet balvast zijn. Om van de boze te winnen, moeten wij waarheid vast zijn. Amen? Moeten wij waarheid vast zijn. En dan heb je dus nu de Nicolaïten. En deze waren gewoon een secte. Je moet het gewoon doornemen. Als u nu wil, kan u uw Bijbel opslaan. Dan gaat u naar Openbaring 2. Daar gaan we dus echt door de kerken heel gauw fietsen. En dan ga ik eindigen met Laodicea. Die waren dus echt een secte die de... wat heb ik hier geschreven? Ze geloofden niet in de godheid van Christus. En ze geloofden niet in de wet van Christus. Daar hebben wij bij de gemeente Smyrna. Dat is dus de kerk van Martelaar. De Martelaarskerk. En dat was dus in de tijd van de bloeddorstige Nero. Nero heeft Paulus omgebracht. Paulus onthoofd. En verder Petrus gekruisigd. En Jacobus is ook door het zwaard omgekomen. Smyrna is dus echt de Martelaarskerk. Ze werden echt vervolgd om hun geloof. Maar ze bleven gewoon trouw. Smyrna betekent wel riekend, bitter. En dat hebben ze dus ook echt ervaren. Ze werden voor de leeuwen gegooid. Ze werden gemarteld en op de brandstapel gegooid. Om hun geloofsovertuiging. Maar ze bleven volhouden. En het martelaarsbloed was het zaad van de kerk. Dus het martelaarsbloed, hoe meer je ze doodmaakt, hoe meer christenen geboren werden. Ja, dus het bloed van de martelaar was echt zaad voor de kerk van Christus. En let wel, Christus wandelt te midden van de kandelaren. Dat staat in Efeze, want Johannes zag hem op Patmos. Ja, dus met andere woorden, God heeft de kandelaren en de sterren in zijn handen. Hij heeft alles onder controle. Hij heeft jou ook onder zijn controle. Dus de geestelijke toestand van zijn kerk, gaan we dus echt door de 7 kerken, dat is ook jouw geestelijke toestand. Let op. Probeer ervan te leren. We hebben geleerd van Israël in Egypte. Nu moeten we leren van deze kerken. Wat hebben ze verkeerd gedaan? Dat wij niet moeten doen. Pergamum is de staatskerk. Dat is Constantijn die zogenaamd gedoopt wordt. En dan heb je dus gewoon staat en kerk. Een samensmelting tussen elkaar, staat en kerk. Terwijl Jezus zegt, je moet niet gelijkvormig de wereld worden. Thyatira, dat is de kerk in de nacht. En let wel dat de kerk Gods bruid is. En hij is de bruidegom. Thyatira, dat is de kerk in de nacht. Dat betekent overmoeide offeranden.
Ze kreeg de vermaning dat Isabel uit de kerk moet. En wie is Isabel en waarom haalt God Isabel? God heeft zich geërgerd aan Isabel, maar ook aan Ahab. Een Joodse koning die gaat trouwen met hem. Je zou zeggen gewoon de persoon die aan hekserij doet. Ze was een aanbidder van Baal en van Astarte. En ze heeft gewoon Israël gedompeld in de afgoederij. Dus dan vroeg ik me af, waarom in openbaring gebruikt God hier Isabel? God heeft zich behoorlijk eraan geërgerd. En hij zegt, Isabel moet uit de kerk. Isabel moet uit ons leven. Jezus wil niet dat wij twee heren moeten aanbidden. En dan komen we in de middeleeuwen. De kerk in de middeleeuwen. De kerk doet aan geestelijk overspel. Dat is wat hier gebeurt in Thyatira. Wil niet, Jezus wil niet dat wij twee goden moeten aanbidden. Sardes, de dode kerk, dat is de geestelijke toestand van de Christuskerk, dat zei ik u al. En dat betekent nieuw vreugdelied. Nieuw vreugdelied, want in de tijd van Sardes ontstonden hervormers. Je had Waldo, en een Waldo, mogen we God dankbaar zijn aan de Waldensen, dat we de Sabbatswaarheid nu hebben. En heb je Wycliffe, John Wycliffe, en heb je ook Martin Luther. Het was de tijd voor de bloei weer. Gods kerk gaat weer bloeien. Martin Luther en al de andere hervormers, deze kwamen aan de reus uit de Rooms-Katholieke kerk. En ze wilden ook een hervorming in de Rooms-Katholieke kerk, maar ze werden gewoon verbannen. Er werd een banvloek over ze gesproken. Maar ze bleven volharden. En het werk van de hervorming ging door, want Satan kan Gods werk niet tegenhouden. De reformatie vindt plaats. En dat moet ook in ons leven plaatsvinden. Een reformatie, een transformatie. Welke maatie nog meer? Je zal het beter weten. Philadelphia, dat is de kerk Phileo. Phileo betekent gewoon broederliefde. Dat is de tijd van de 18e eeuw. De tijd van William Miller. 1830, 1840. En ze waren dus echt zo. Het was een adventbeweging, Christus kom. Ze verkochten alles van Christus kom op 22 oktober. Dus is Emil. En 1844. Dat is echt profetie. Kerkgeschiedenis. Dus ze waren zo blij, maar het was een grote teleurstelling. Het was bitter. Het was een bittere pil voor ze. Maar ze gingen verder studeren en ze komen erachter. Oh, het is dat Jezus van het heilige nu naar het heilige der heiligen gaat. Dus Jezus gaat nu voor de heilige heiligen in het hemels heiligdom. Dat is wat nu plaatsvindt. Sinds 1844 vindt het onderzoekend oordeel plaats. En zuster White zegt dat binnenkort ook de levenden onderzocht zullen worden. Ja? Dus wij moeten echt rekening daarmee houden. Maar er komt ook een grote verzoeking in de tijd van Philadelphia. En dat is wat Satan zal doen. Een grote verzoeking dat komt over de hele wereld. En dat is de Laudato Si. Zij die prophecy-minded zijn, begrijpen wat ik dus echt nu zeg. Met al die climate change en met al het verdrag van in Parijs in 2015, daarin ligt de zondagheiliging, mensen. Je gelooft het of niet, ik moet het gewoon zeggen. Dat is de Laudato Si. Ik heb hier gewoon bewijs naar de kerk. Ik kan je gewoon laten zien. Laat me even gauw kijken. Het is hierachter. Dat is het pauselijk schrijven. Het staat hier, na de dienst kan je het komen halen. Het is het pauselijk schrijven. Hij is heel slim, hij gaat met de tijd mee. Ik oordeel hem niet, want iedereen kan gered worden. Maar de draak heeft oorlog verklaard, Openbaring 12, tegen Gods bruid. En wij moeten waakzaam zijn. Wij moeten op onze kievieven zijn om de woorden van zuster Zemel te gebruiken. Ik vond het zo leuk. Op je kievieven, je moet gewoon alert blijven. Omdat je een profetievolk bent. Omdat je de Sabbat, omdat je Sabbatvierder bent. En Satan haat Sabbat. God, Satan haat de 10 geboden. Hij haat de Sabbat. Hij haat de schepping. Hij haat het huwelijk. Hij haat alles. Misschien haat hij zichzelf. Ja, zeker. Want hij weet dat hij straks verbrand zal worden. En dat hoeft niet met ons te gebeuren. Dat hoeft niet met de wereld te gebeuren, want de wereld zal vergaan. Maar de mensheid, er is een boodschap voor de mensheid.
Philadelphia, broeder Liefde. Toen de jongens, eerste zielen die de Heer me gaf, pas gedoopt werden, zuster Castillon, waardoor veel van onze blanke broeders, ze werden opgenomen. En voor het eerst heb ik soep gedronken met brood, truan, schon, stukjes brood. Ik voelde de warmte, de eenheid, de liefde. Dat moet terug. En dat zal ook terugkomen. Dat zal ook terugkomen. Want Jezus praat tot zijn gemeente. Jezus praat dat wij, ga ik naar Laodicea. En dat is heel erg. Het is dus Laos, volk. Laos betekent volk. Dikei, dat is oordeel. Een geoordeeld volk. Dus onze fase nu is een geoordeeld volk. Laodicea. Zevende fase, de laatste fase. En geen enkele andere kerk meer. Ja? Geen enkele andere kerk meer. Dit is Gods kerk. Dit is Gods bruid. Jouw kleed moet wit zijn en wit blijven. Hou het wit. Maar ga ook Matthäus 22 en Matthäus 25 lezen samen. Want de vader van de bruid geeft zijn kleed. En er komt eentje zitten, Matthäus 25, zonder dat kleed. En dan zegt de Heer vriendelijk, vriend. Hij moest zeggen vijand. Hij zegt, vriend, je zit hier zonder dat kleed wat ik jou gegeven heb. Zonder dat bruiloftskleed zit je hier. Hij zegt, bind hem vast en gooi hem, verbrand hem. En wat stelt dat kleed voor, heel serieus, is rechtvaardigmaking door geloof. Dat zijn de witte gewaarden. Dat is de toegerekende gerechtigheid aan zijn bruid. Om zijn bruid heilig wit, witte kleed aan te doen. Dat het niet vuil wordt. Dan heb je iedere dag de toegerekende gerechtigheid van Christus nodig. Om je rechtvaardig te maken en te houden. Om je heilig te maken en heilig te houden. Om je de kracht te geven om te overwinnen door de Heilige Geest. En dan zegt hij ook aan zijn discipelen, hebben jullie gevraagd? Ja, wat moeten wij vragen? Vraag aan mijn vader, Lucas 11, vers 13. Vraag dan de Heilige Geest. Die gaat jou helpen. Ik heb de Heilige Geest gegeven aan deze kerk om ons te leiden door de gevaren, door de stormen. Dat we ons kunnen kwalificeren. In Dakar, november, vindt de kwalificatie, vindt de WK plaats. En ze hebben zich al gekwalificeerd. Mooi, hè? De landen hebben zich al gekwalificeerd. Wij moeten ons ook kwalificeren voor de... Wij hebben ook een WK, amen. WK. Wederkomst. WK is voor mij wederkomst. Wanneer komt hij? Er is even een vertraging. Omdat hij wil dat wij verloren gaan. Bruidegom, 5 dwaze maagden, 5 wijze maagden. De anderen blijven slapen. De bruidegom komt. En de andere 5 die wij zijn. Hé, laat maar reserve olie. Want ik zie er vindt een vertraging plaats. We worden ongeduldig. En die zijn wijs. Die zijn behouden. En ze kwamen aan. Wat is met de deur? De deur ging dicht. De genadedeur gaat dicht. Waar heb je nog meer deuren? Je hebt zoveel deuren in de kerk hoor. Van Noach tot Openbaring. De ark van Noach, de deur gaat dicht. De deur van Sodom gaat ook dicht. En de deur van Laodicea, onze hoge priester, zal niet altijd pleiten. Want hij is in het hemels heiligdom om te pleiten voor ons. De deur zal ook een keer dicht gaan. De deur van je hart, dankjewel Samuel. Als je dat ook dicht maakt, kan de Heilige Geest niet werken. Ik zal je uit mijn mond spuwen. Ik zei, oh Heer, nee, ik niet toch. Heer, ik niet. Ik zat in de vierde school en die jongen speelde naar mij. Ik speelde terug en ik sloeg gelijk. Het is een vernedering. Je gaat niet om me spuwen. Ben je gek geworden? Astrid, John zei, helemaal school, je weet het, Jolanda lacht. Ik speelde om me, ik speelde gelijk en woep.
Het is een vernedering. Ik zal je uit mijn mond spuwen. Met andere woorden, ik lust je niet. Je bent niet heet, je bent niet koud. Hoe kan je gewoon, het was 38 graden, dan ga je hete dingen gebruiken. Hete koffie? Nee, je zoekt naar een ijsje. Je zoekt naar een ijsje. Huh? Het is koud in de winter en dan ga je gewoon hete koffie gebruiken. Ja toch, God zegt je moet heet zijn of je moet koud zijn, maar je moet niet lauw zijn. Je gaat je spuwen. Maar ook je zegt dat je rijk bent en je hebt je verrijkt. Nee. Het is een leven of dood. Ik zal je uit mijn mond spuwen. Spugen. Dankjewel, zuster Kas. Netjes, hè? Spuwen is zo grof, zo ruw. Verleven de tijd van de Yom Kippur, de grote verzoendag. En dan geeft hij hier de rondborstige getuigen, de koopman, de bruidegom. Hij zegt aan de bruid, hey, sta op nou. Wat doe je? Hou je kleren wit, hè? Ik geef je goud. En wat stelt goud voor? Dat is geloof en liefde. Dat stelt het voor. Geloof en liefde wat mijn bruid nodig heeft. Want dat zijn de pilaren waarop dat huis bouwt. Waarop dat huis, het huis staat op fundament. Dat is geloof en liefde. Maar niet zomaar goud. Dat goud moet gelouterd worden. En dat staat in Psalm 12. En hoe lang wordt het? Hoe lang is het dat proces? 7 maal moet dat goud gelouterd worden, gezuiverd worden. Ik wil dat goud hebben van Ophir, dat zuivere goud. Dat wil ik hebben van mijn bruid, van mijn gemeente. Ik ben bezig om het te zuiveren totdat ik mijn gezicht in kan zien. Dat ik mijn evenbeeld in kan zien uit onze lesboekje. Mooie lessen, mensen. We moeten dat bestuderen. En wat zegt hij nog verder? Ook witte kleren. Want de Laodicense, hun fashion was gewoon zwart. Ze gingen gewoon zwart gekleed. Dus ja, Johannes, God, Jezus zegt aan Johannes, schrijf dat. Dat moet je schrijven. Witte kleren. De gewaarde, mijn karakter. Dat is wat we nodig hebben. Rechtvaardigmaking door geloof. En dat zijn de gewaarden, dat staat in Openbare 19, vers 8 en 9. Wat nog meer heeft de kerk nodig, heeft mijn bruid nodig, ooggezalf. In die tijd hadden ze vaak een ontstoken oog in de middeleeuwen. En hebben ze gewoon een zalf gebruikt, een zalf gemaakt. Dus hier staat ooggezalf. En wat is voor ons ooggezalf? Dat is dus het onderscheidingsvermogen. Om de zonde in te zien in jouw leven, in jouw hart. Om dat weg te doen. Want we willen naar de hemel, maar we kunnen niet gaan zoals we nu zijn. We moeten op Jezus lijken. Niet op de wereld gelijkvormig te worden, maar jullie moeten op mij lijken. En dan zal ik komen, zegt zuster White. En dat is dagelijks wat plaats moet vinden. Dus ogen zelf hebben we nodig. Dat is de Heilige Geest. Laodicea wordt gedragen door adelaars vleugels. Dat is de dienst van mij. Dus het is niet hopeloos. Er is nog hoop voor ons. We worden gedragen. Laat de vijand je niet zeggen dat er geen hoop is. Er is altijd hoop. Als je maar blijft geloven. Als je maar blijft volharden. Als je het maar niet opgeeft. Maar kom tot bekering. Een bekering moet plaatsvinden. En dat is het Griekse woord metanoia. Metanoia betekent ommekeer. Een verandering. Een bekering moet plaatsvinden. En dat was het ook met het gesprek met Nicodemus. Jullie moeten wederom geboren worden. Dat zegt hij ook hier met ons. We moeten wederom geboren worden. Dat is dus een heiligmaking wat de Heilige Geest in ons en door ons wil doen. Dank u wel, Heer, dat er hoop is. Maar we moeten ons deel doen. De ommekeer. En ik sta nu aan de deur. En dan ga ik ermee eindigen. Maar aan het begin van de kerk Efeze staat hij tussen de kandelaren. En waar staat hij nu? Ik had een scherm. Op het scherm heb ik de jongens gevraagd, technici. Daar heb je dus wat de schilder dat mooi heeft afgebeeld. Mooi. Dankjewel, jongens. Is er een deurslot? Wie kan me zeggen als er een deurslot daar staat? Hij staat buiten. Waar staat de deurslot? Aan de binnenkant. De deurslot staat aan de binnenkant.
En jammer genoeg, we hebben vuil opgestapeld. Dat vuil moet weg. Voor de deur. Christus klopt aan ons harten vanmorgen. Wie wil zijn hart open doen? Wil zijn hart openmaken? Johannes ziet dit en Johannes wordt verdrietig. En God laat Johannes gewoon zien in Openbaring 4. Dan ziet hij gewoon een rechtszitting. 24 oosten. Hij ziet een dier met overal ogen. Hij ziet weer 7 geesten. Hij ziet 7 engelen. Het is allemaal zo. Wat gebeurt er hier? De engel tilt hem omhoog. Dat is wat de Heere wil. Ons hoger tillen. We moeten hoger. Dat moet gebeuren in ons geestelijk leven. En er wordt een boek geopend. En dat is in 5 tot 6. Hoofdstuk 5 tot 6. En niemand kan dat boek open doen. Johannes wordt weer verdrietig. Want niemand kan dat boek open doen. De wereld gaat verloren en de mensheid. Maar het is de leeuw van Juda. Amen. De leeuw van Juda kan dat boek openmaken. Het lam dat geslacht is, vanaf de grondlegging der wereld, kan dat boek openmaken. En ga nog verder. Wat hoor je daar? Ik hoor vreugdegezang. Wie zijn dat? Oké, laten we beginnen te tellen. 12.000 uit de stam van Israël. Nee, tel goed. Zegt Johannes, zegt de engel aan Johannes. Oh, er zijn 144.000. Waar staan ze? Ze staan op zee. Nee, kijk goed. Ze staan op een glazen zee. Met wie staan ze? Met de lam. Met het lam. Is dat voldoende? Johannes, kijk verder. Ja, ik zie een grote schare. Begin te tellen. 1.000, miljoen, miljard. Nee, ik kan ze niet tellen. Het is een schare die niemand tellen kan. Halleluja. Het is hoop voor ons. In Jezus Christus. Het is een kerk die lijkt alsof het gaat falen. Maar het gaat niet falen. Maar de zondaars in Sion zullen weggeschit worden. Zullen weggesift worden. Zorg dat jij erin blijft. Dus wanneer je geschud wordt, wees niet zielig. Maar het is goed dat de Heer dat doet. Maar halleluja, prijs de Heer. Ik zie een grote schare. En wat hebben ze in hun hand, Johannes? Ze hebben witte palmen. Ze hebben palmen en ze hebben hart. Halleluja, prijs de Heer. Ze worden behouden. Amen. Hoop vol totdat de Heer komt. Laat niemand de kroon van je stelen. God bless you. Thank you.
Dank u, broeder Vleiter. Broeder Vleiter zal ons voorgaan in het slotgebed. Zullen we staan, geliefden? God onze Vader, schepper van hemel en aarde. Van de hemel, wij danken u dat wij vanmorgen mochten zitten aan uw voeten, Heer. Is de beste plaats. Nergens anders is zo goed om te vertoeven bij u, o Heer. U heeft het eeuwige leven, u heeft de eeuwige woorden. We danken u, Heer, voor de woorden van eeuwig leven. Vader, wat ik vraag als slot, hou ons vast, Vader. Hou ons vast. Help ons om te blijven u te volgen. Waar ook ons levens, waar het levenspad ons leidt. Door stormen, door de Rode Zee, door de beproevingen. Houd vast wat wij hebben. Laat de boze de kroon niet afpakken van jou. Zegen uw kerk, zegen deze kerk. En ik geloof, Heer, dat deze kerk vol zal zijn. Vol van uw kinderen die u zal sturen naar deze kerk. De bijzaal zal ook vol zijn. Maar wij moeten gereed zijn, Heer, om ze te ontvangen. Geef ons de liefde, geef ons het geloof. Versterk ons meer en meer, Heer. Dat wij trouw aan u mogen zijn. Eeuwig trouw. De zieken, de zwakken, de bedroefden onder ons. Wil gij ook genadig zijn. Ons helen, ons herstellen. Ons genezen, o Heer. Ons bevrijden. En ons verlossen. Op deze heilige Sabbatdag. Nu, o Heer, spreek de zegen uit. Mogen de Heer u zegenen en behoeden u. Heere, doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere, verhef zijn aangezicht over u en geef u zijn eeuwige shalom. Amen. Amen. Speak their joys abroad, they speak their joys.
We hopen u een volgende keer weer te zien. Heeft u vragen? Mail dan naar het adres onderaan in beeld.